Goedenavond, welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Uh, gelukkige gezinnen lijken allemaal op elkaar. Maar een ongelukkig gezin is altijd ongelukkig op zijn eigen manier. Schreef Tolstoy al, maar dan in het Russisch natuurlijk. De familie met al haar onderlinge verhoudingen is sinds mensenheugenis een dankbaar onderwerp in de literatuur. Uh, wat openbaar je wel en wat niet? We praten er vanavond over met Marja Pruis, Christian Weits en Thomas Heerma van Vos. Ik ga ze kort aan u voorstellen. Ze lezen ook uh, veel vol vanavond. Uh, dat is hartstikke uh, leuk: een eigen fragment en een fragment van een andere schrijver. Uh, ja, laat ik daar gewoon maar mee uh, beginnen en dan ga ik jullie van alles vragen. Marja Pruijs is schrijver, columnist en redacteur van De Groene Amsterdammer. Haar romans ontvingen nominaties voor de Gouden Uil, de Ako Literatuurprijs, de Liebesliteratuurprijs en de Annabijnsprijs. Uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen nu, maar haar laatste roman, uh, waar ze zo ook iets uit zal lezen, gaat over een gezin um, en heet huiswerk. Christian Wijts, ook schrijver natuurlijk. Hij belandde in 2006 met de roman Artikel 285b. In één klap in de literaire voorhoede. Daarna schreef hij nog vele uh, romans. En ik ga vanavond gaat hij iets lezen, niet uit zijn laatste boek, maar uit een nieuw boek. Een uh, boek wat dit najaar zal. Uh, verschijnen. Dat is hartstikke uh, dapper, vind ik. Dus wees heel aardig voor hem. Het heet <laughs> de goddelijke comedy club, waarin we Felix Kajuit als jongen en volwassen man volgen. En het verschijnt dus dit najaar. Um, ja, dat is echt uh, heel bijzonder, vind ik, zo voor het dat je voor het eerst daar iets uit. Leest, dus. Wie zegt dat het voor het eerst is? Nee? Misschien heb ik ja. het al uh, over het hele land getry-out. <laughs> nee, ik, nou, ik heb er niks van maar, laten gezien. We doen dus dus uh... Dit, uh, dit is de primeur <laughs> inderdaad. Ja. Ik doe mijn research toch altijd heel uh, grondig. Uh, Thomas Heerma van Vos is schrijver van onder andere de veelgeprezen roman Stern. Uh, zijn laatste roman Condities belandde op de longlist van de Libris Literatuurprijs en de Boekenbon Literatuurprijs. En vandaag leest hij iets uit dit boek Passagiers Achterblijvers. En daarna schrijft hij regelmatig voor De Groene Amsterdammer. Ja, fijn dat jullie er zijn. Uh, voordat we gaan, uh, of jullie iets gaan lezen, wil ik toch beginnen bij de eerste zin uh, van Tolstoy. Ieder gezin is ongelukkig op zijn eigen manier. En hij zegt het niet, maar ik was toch benieuwd: is het ongelukkige gezin ook een literaire goudmijn? Is het goed? Om, zeg maar, zit daar veel in om over te schrijven. Ik vind het eigenlijk inmiddels een cliché. Ik ja? vind het gelukkige gezin interessanter, eigenlijk. Hoezo? Ja. Uh, nee, nou ja, dat heeft ze ook meer met. Denk, voor mij was juist de tegenovergestelde inspiratie om mijn boek te schrijven. Dus ik dacht ik ga vanuit geluk schrijven. Mm -hmm. um, en uh, sowieso: literatuur gaat natuurlijk nogal vaak over ongeluk. En uh, ik vind het soms gewoon bijna lachwekkend als ik achterflapteksten lees van romans, van welke ellende er op je afkomt. Mm -hmm. Dus mm -hmm. ik ja. Het lijkt misschien bijna makkelijker om over ongeluk te spreken dan, te schrijven dan over geluk. Hoe kijken jullie hier naar? Ja, ik weet niet of, of, of uh, ongelukkig. Uh, Kijk, een gezinssituatie en familie, wat het literair gezien interessant maakt, is dat het altijd dat het nooit eenduidig is. Het is altijd heel complex en gelaagd. En als je erover schrijft, kun je er vanuit een kind naar kijken en vanuit volwassenen. En dat is waarom zo'n gezins- en familiesituatie zo ontzettend literair gezien interessant en uitdagend is. Omdat die gevoelens zijn altijd gelaagd. Het is een hele stoofpot van allerlei dingen die daarin zitten. En. en, en, en Kunst is om dat een beetje te pakken te krijgen. En als je er al gelijk begint met we zijn gelukkig of we zijn ongelukkig. Het, uh, ik, ik denk dat ieder gezin dat lastig van zichzelf vindt om te bestempelen: zijn we nou gelukkig? Zijn we, zijn we ongelukkig? Dat, uh, dan, dan, dan dood je eigenlijk het verhaal. Uh, Flaubert zei: het geluk laat zich slecht vertellen, maar misschien het ongeluk ook. Als je zegt van je begint al met het idee van deze mensen zijn ongelukkig. Mm -hmm. Ja, dus. dus vind het interessanter om te kijken van hoe zit het werkelijk in elkaar. En dan zit het altijd ergens tussen geluk en ongeluk in. En dan die, die, die subtiliteit proberen te vangen. Dat uh, is mijn eerste reactie. Thomas, jij schreef ook wel, en dat sluit hier misschien een beetje op aan in het stuk wat jij schreef. Uh, in trouw had je het over intieme vreemden. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Nou, dat, je bent natuurlijk, uh, dat sluit, sluit ook wel aan bij wat, wat Christian zegt. Uh, in een familie, zeker als je als kind opgroeit, natuurlijk tot elkaar veroordeeld. En je hebt te maken met allerlei tamelijk ingewikkelde uh, nou ja, structuren, machtsstructuren, verhoudingen die ook weer veranderen als je als kind opgroeit, uiteraard. Uh, en je bent permanent in een, uh, zeker de eerste 18 jaar, als je opgroeit bij je ouders als die nog samen blijven, maar in de buurt heel erg veel in de buurt, meestal zelfs dagelijks in de buurt, en toch uh, terwijl je een dagelijkse omgang hebt, en dat, dat had ik ook bij mijn ouders thuis, toch zijn er bepaalde dingen waar je niet over praat, waar je zelden over praat, die je wel heel soms voelt opborrelen. En er zijn ook genoeg dingen waar ik pas jaren later... Uh, ik ben nu 33, waar ik pas de afgelopen jaren uh, echt over nadenk... of op een heel andere manier naar kijk. Dat bedoel ik eigenlijk. Ze ja. Heel nabij. Nabij je vreemde had in zeker opzicht ook gekund. Maar ik wilde dat intieme ook gezien de rest van het stuk ook, ook er wel in doen. Maar heel nabij en toch ook op een bepaalde manier... zoals misschien wel iedereen om je heen, totaal onkenbaar. Marije, knikt. Ja, nee, ik vind het ook een heel mooie... Uh... Uitdrukking intieme vreemden. Uh, ik weet niet of jij dat weet, Thomas, maar er is ook een boek verschenen in de jaren tachtig, voor jouw tijd, van Lillian Rubin. Een psychoanalytica of een socioloog of een psycholoog. Intieme vreemden heette dat. Intimate strangers. En ja, dat wist ik niet. Nee, maar <laughs> nou goed, dat gaat. Ja. Jammer. Het <laughs> gaat helemaal over, vooral over man-vrouw verhouding. En niet eens zozeer gezin, maar man-vrouw verhouding. Ik denk dat het misschien wel mooi is, Christian, als jij zou willen. Uh, beginnen. Oké, okay, we gaan gelijk al. Ja, ik dacht. Ja, uh, uh, yeah. wagen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dan moet ik zeggen, dit, dit, ja, de, de goddelijke comedy club gaat over een, een, een hoofdpersoon die heet Felix Cajuit. En we komen nu erin. De situatie is, hij is tien jaar. Het speelt in 1986. Bij het buitenspelen is hij een gek tegengekomen en die waarschuwt voor het einde van de wereld, zoals me, meer mensen deden in 1986. En hij wil aan zijn moeder vragen of het inderdaad een gek is. Want zijn moeder werkt bij Endegeest. Dat is zo'n gekkenhuis dat ook bij Jan Wolkers voorkomt in Oesgeest. Alleen mijn moeder werkte daar. Of die moeder van de hoofdpersoon, daar gaan we al. Hè? Daar gaan we al. Die, die werkte daar alleen maar als wat zij zelf noemde een tikgeit. En zijn vader die werkt bij een instituut voor ruimteonderzoek. En daar moet bezuinigd gaan worden. En die bezuinigingen zitten eraan te komen. Ik stond op het punt om het mijn moeder te vragen. Zaterdagochtend, toen ik meehield met het de tafeldekken voor het ontbijt. Ik had bedacht om het terloops om luchtig te brengen. Zeg, dat gekke huis van jou. Lopen ze daar ook wel eens los? Ik bedoel, mogen ze naar buiten? Ik denk namelijk dat ik er één gezien heb. Kan dat? Voor ik de kans kreeg, kwam mijn broer al naar beneden. Gevolgd door mijn vader, die zwijgend plaatsnam... en ons afzonderlijk even aankeek, alsof hij wilde gaan bidden. Adriaans denkt dat we het na de zomer al gaan fuseren... Dat was de mededeling die hij op ons losliet. Hij bracht het alsof hij het zojuist te horen had gekregen, maar hij moest er de halve nacht over hebben liggen piekeren. Oh, echt? vroeg mijn moeder. En moeten we dan naar Utrecht verhuizen? Dat vertik ik hoor, dat zie ik echt niet zitten. Wat moeten wij daar in dat Utrecht? Ik ja, kan moeilijk op en neer reizen iedere dag, lekker in de file staan. Dan ga je toch met de trein. De trein! Wil je me echt overspannen krijgen? kan ik net zo goed meteen de ww in. De trein! Opgepakt zitten als kuddevee. En, en, en wat zegt Ten Broeke daarvan? Die wil toch ook niet verhuizen? Ten Broeke gaat een goed woordje doen. Nou, dat kennen we. Ik ken die goede woordjes van Ten Broeke inmiddels. Allemaal nutteloze exercitie. Ik loerde mijn broer aan over tafel. Ook hij was zijn adem zo'n beetje in gaan houden. Maar nu schoot hij in de lach, net als ik. Het kwam door die goede woordjes van Ten Broeke. Ik zag ze voor me als de titel van een boek. Goede woordjes van Ten Broeke en andere nutteloze exercities. Vind je het grappig? Zit je lekker te ginnen, grappen? We trokken ons gezicht in de plooi. Maar niets werkt zo snel op de lachspieren als niet mogen lachen. Ik schudde de gestampte muisjes uit over mijn beboterde boterham en bracht die naar mijn mond. Als Adriaans naar Utrecht wil, dan wordt het Utrecht. Als Groningen wordt, dan wordt het Groningen. Dat kan ook nog. Het kan ten broeke hoog of laag springen. Mijn moeder slikte een biergistpil weg met een slok melk uit haar glas, dat ooit een chocoladepotje was geweest. Chocoladepasta potje was geweest waar het etiket van was afgeweekt. En ze besloot. Ten broeke kan de boom in. En daar proesten mijn broer en ik het gelijktijdig uit. Ik blies over de muisjes heen die over de tafel wolkten en er belandde wat snot en speeksel op de boterham die ondersteboven uit mijn handen viel. Wat loopt dat kind gek te doen? bulderde mijn vader. Heb je nu je zin? Kijk nou toch eens wat een kleedersooi je ervan maakt. Heb je nu je zin? Maar er was niets aan te doen. We bleven onbedaarlijk lachen en de pogingen om dit te onderdrukken maakten het alleen maar erger. Schei je daar nou mee uit? Dat stomme gehinnik de hele tijd. Jullie lijken godverdomme wel een stelletje wijven. Jongens, nu normaal doen probeerde mijn moeder nog. Terwijl zij toch degene was die dit allemaal had aangericht met haar Ten kan de boom in. Ik tel tot drie of je krijgt een draai om je oren. Ik perste mijn lippen op elkaar en probeerde niet meer aan tembroeken te denken. Ik meen het hoor, afgelopen met het stomme gegrinnik. Mijn broer ging door met lachen, waardoor mijn vader over de tafel reikte, het pak chocolaflokken omstoten samen met zijn eigen beker melk. Maar mijn broer was sneller. Hij mepte de hand opzij, de rechterhand, met die harde trouwring en sprong overeind. Zijn stoel kletterde achterover tegen de boekenkast, de gouden olifantjes op de ruggen van de rij met Jules Verne. diep Diepblauw hielden hun adem in. Wat ging hij doen? Uithalen? Ook mijn vader stond op. Hun armen hakten op elkaar in, maar geen van beiden leek van plan de ander echt knock-out te slaan. Ook dat had iets komisch, maar mijn lachbij was inmiddels wel voorbij. Doe normaal, man, zei mijn broer. Mijn vader liet los. Draaide zich om, stapte de hal in een smete grijze bruinzeeldeur dicht. Er tochtte een vlaag kou door de woonkamer, waardoor de hoordeur in de keuken dicht sloeg. Daarna dreunde de voordeur in het slot. Achter het tuinerkje zagen we de bruine Citroën BX met een nijdige rukgas over de speeltuin verdwijnen. Tientallen later schoot hij langs over de rondweg. Mijn moeder stond op en haalde een rol keukenpapier om de melk op te deppen, die vanaf het plastic tafelkleed het tapijt in was gecijpeld. Tot zover. Dankjewel. Het is uh, min of meer de eerste keer dat je echt over een kind in een gezin schrijft, toch? Ja, dat is niet mijn. Uh, nee, ik, ik schrijf normaal niet vanuit kinderen. Uh, nee. Waarom niet? Um, nou, omdat het ook ontzettend ingewikkeld en moeilijk is. Want uh, om. om vanuit dat perspectief van een kind te blijven... en dan wel het jargon van de volwassenen te kunnen gebruiken. Want het zit in dit stuk natuurlijk ook... het lijkt alsof het alleen maar observatie is vanuit dat kind... maar je voelt natuurlijk ook de volwassen auteur... die dat allemaal aan het arrangeren en aan het rangschikken is... en die daar ook een beetje zijn gedachten bij heeft. Van, hé, hey, is dit eigenlijk wel helemaal normaal... hoe dit gaat daar aan die tafel enzovoort. Dus dat, ik zocht naar een vorm waarin je... Uh, dat kind een stem krijgt en tegelijkertijd al die andere perspectieven toelaat. Van, uh, dat, je, dat je er ook op andere manieren naar kunt kijken. Van hé, hey, wat gebeurt hier eigenlijk? En dat, uh, dat is ingewikkeld. Uh, en sowieso die hele kwestie van, van lichtelijk autobiografisch schrijven. Maar daar gaan we het de hele avond over hebben waarschijnlijk. En, <laughs> ja, ja. Um, en, en heb je er dan lang voordat je eraan begon? Ben je er lang over aan het nadenken? Denk je al twintig jaar erover na om over dit kind te gaan schrijven? Of dacht je opeens: oké, okay, nee, dit moet het echt, ik moet dit toch gaan doen? Nee, hoe zit dit met dit boek in elkaar? Volgens mij begon ik gewoon, zoals veel boeken beginnen, van, van goh, wat zou het nou eens leuk zijn? Ik had een gedachte, ik neem een, een hoofdpersoon en die is stand-up comedian. En ik neem altijd hoofdpersonen die iets doen wat ik zelf eventueel had kunnen doen. Dus in mijn eerste boek was het een pianist. Uh, dat had ik ook kunnen doen, of architect heb ik ook willen worden. Stand-up comedian. Dit is een jongen die ook, een man die op latere leeftijd dan zit, die, heeft hij een, een, bijvoorbeeld een column op de radio één keer per week. Waarvoor die op pad gaat door het land. En dat is wat ik bij NRC ook deed. En, en ik vind het idee van uh, cabaretprogramma's maken, theatervorsingen, dat lijkt een beetje op schrijven. Dus dit kwam veel dichter bij mij in de buurt. Dus dan dacht ik: dan ga ik hem ook een beetje mijn eigen jeugd geven. Want die jongen, die, 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 die cabaretier, die loopt tegen allerlei dingen aan. Mm -hmm. Waardoor hij eigenlijk gedwongen is van, nou ga ik eens terugdenken van hoe ben ik eigenlijk geworden, wie ik ben, hoe zit het met elkaar, dat soort vragen gaat hij stellen. Nou ja, en dan daalt hij af in een jeugd die een beetje op die van mij lijkt, in de jaren tachtig, in Leiden, in het noorden van Leiden, precies dat drie landenpunt tussen Oesgeest, Warmond en Leiden in. Dat, uh, ja. Waren dat dan ook vragen die jij jezelf begon af te vragen? Hoe ben ik hier... Ja, tuurlijk. Uh, maar als ik schrijf, schrijf ik altijd vanuit vragen die mijzelf bezighouden. Dat zou ook een beetje vreemd zijn als het anders gaat. Uh, um. Lak dit misschien al lang op je te wachten of zo? Of is dat het niet? Ja, dat zou. Het is wel iets dat mensen altijd tegen mij uh, zeggen: van goh, je moet eens schrijven over dit. Dan vertel ik wel eens verhalen over vroeger met mijn ouders. En dan zeggen ze: van God, dat, dat moet je eens opschrijven, joh. Mm -hmm. en, en dan heb ik ook altijd een neiging, zoals in dit fragment ook, ik maak er een beetje. Nou ja, het ik, is ik, niet echt komisch of zo, maar er zit een komische, er zit een iets van een ironische ondertoon in. Um, nou ja, uh, en, en dan zeggen mensen van... god, daar, daar zou je eens een keer iets mee moeten doen. En, en die kennen ook nog andere verhalen... ...en hoe dit nog verder gaat in het boek. Ja, als ik het zo hoor, dan mijn eerste indruk is... ...het is ook een heel duidelijk tijdsbeeld wat je schetst. Ja. Al die details. Ja. Gewoon het tafelkleed, het potje wat nu een glas is geworden. Ja, 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 ja. Nou, dat vond ik ook interessant bij het schrijven. Dat zit ik me nog steeds af te vragen... ...van hoeveel van die dingen die ik beschrijf... ...zijn nou heel particulier voor dit ene gezin? Mm -hmm. En hoeveel is bijvoorbeeld toe te schrijven aan de tijdgeest. Bijvoorbeeld in dat boek bij mij uh, hebben we te maken met... een. dat zie je hier ook al een beetje, met een vader die heel erg centraal staat. Ja. De vader is het hoofd van alles en alles draait om die man... in de goede vrede bewaren en, en, en ja, alles... De is, auto is heel belangrijk. De auto heel belangrijk, de ja. roestbruine Citroën ja. BX. En het moest een Citroën zijn, geen ander merk. Ja. Maar ook het, het idee dat alles, iedereen van... nou, vertel het maar niet aan je vader, ja. rustig, je moet je vader rustig houden. Was dat iets of was dat iets wat in de jaren 80 nou eenmaal uh, zo was als gezinshoofd? In de jaren 70 ook. 70, ja, 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 Het was toen. Ik denk dat het in deze tijd een beetje aan het kantelen was. Dat ik bij vrienden in de straat ook wel zag dat sommige waren moeders aan het werken. En dan hebben we hier een moeder die parttime af en toe wat baantjes doet. Die doet schoonmaakwerk en die tikt af en toe wat in een gekke huis en uh, die, die doet het een en ander. Maar dat is niet iemand die heel erg zichzelf Ontwikkeld. En dus je krijgt een soort scheve, naar de ogen van nu bekeken, scheve verhouding. Maar is dat. Uh, dat, is, dat is lastig om uit elkaar te peuteren. Dat hoeft eigenlijk misschien ook niet. Maar van, van wat is nou particulier en wat is tijdgeest? Jij herkent het tijdsbeeld meteen. Ja, ik zie het helemaal voor me. Mm -hmm. Ja, ik zie die tafel voor me. Ja, ja. zelfs de kleur van ja. dat, dat kleedje met ja. het oranje en ja, bruin. Zeker. <laughs> ja, zeker. Het broodbeleg. Ja. ja. Je schrijft ook, Christiane. Ik was wel benieuwd wat jullie daarvan vonden. Uh, opgroeien is verhalen herschrijven. Als je wat je verteld krijgt niet langer klopt met wat je ervaart, is het verhaal aan vervanging toe. En omdat dit vaak een kostbare aangelegenheid is, houden we het bij reparaties. We lopen door met waar we niet meer in geloven en doen alsof het nog prima functioneert. En ik vond vooral die eerste zin: opgroeien is verhalen herschrijven. Klopt dat, vinden jullie? Verken je dat? Ik denk het zeker, ja. De rest van de citaat ben ik nog steeds een beetje aan het verwerken, eerlijk. gezegd. Dat... Het uh, <laughs> was misschien ook wat lang, maar <laughs> ik dacht alleen die energie is ook zo. Geweest, maar. <laughs> um, maar ja, zeker. Ja, en dat, het, het, het simpele feit, dat, dat kwam net ook al heel even voorbij. En wat ik antwoord op je eerste vraag: dat ik nu naar veel gebeurtenissen van vroeger heel anders kijk dan toen ik opgroeide en toen ik ze daadwerkelijk meemaakte. Ja, dat, dat is heel duidelijk zo. En, uh, het fragment bijvoorbeeld dat ik straks ga voorlezen. dat is deels gebaseerd op iets. daarom ga ik het hier ook voorlezen. Dat ik, dat ik zelf meemaakte. Daar keek ik als opgroeiend kind. want ook dat is vanuit een kind. heel anders naar dan ik daar nu naar kijk. En dat, dat, dat is niet per se één richting op. dat het allemaal feller. of juist met meer medeleven wordt. maar heel veel krijgt een totaal, totaal andere betekenis. En dan heb ik het vooral over hoe gezinsleden. met elkaar omgaan. Laat ik het beperken tot familie. ook de. Nou, onhandigheden, onmogelijkheden tussen mijn ouders bijvoorbeeld... die in elk gezin zijn. Ja, als kind uh, begreep ik heel vaak dingen niet. Sommige dingen vond ik als kind natuurlijk juist heel gewoon. Uh, die waarvan ik later wel eens dacht, god, het is toch eigenlijk allemaal wel heel wonderlijk. Ja, het krijgt permanent een andere betekenis. Ja, dat verschuift voortdurend. En schrijf je het ook op omdat je meer bete andere betekenis eraan wil geven... of erin wil leren te zien of... Oeh, is, het uh, onder, is het toch ook zelfonderzoek? Ja, ik denk dat het dat tot, tot op zekere hoogte altijd wel is als het autobiografisch schrijven is en uh, ik denk ook wel dat het, uh, het, het beschrijven een vorm is, inderdaad van het onderzoeken en van het in, nou, in een verhaal gieten een enige structuur of inderdaad betekenis aangeven, maar niet een soort definitieve vorm, want dat, dat fluctueert natuurlijk ook heel erg en. Uh, ja, ik denk dat ik op je meeste van je vragen wel ja zou zeggen. Maar het is heel ingewikkeld, want het verschuift steeds. Het citaat was: op, opgroeien is uh, verhalen herschrijven. Ja. Ik zou eerder denken, bij mij is het meer een verhaal schrijven. V dus er was nog niks en ik schrijf het verhaal. Ik kan me heel goed herinneren dat ik, ik denk dat ik zes was, dat ik met mijn moeder in een uh, soort boekhandel was en dat ik aan, van haar een schriftje kreeg. En toen begon te schrijven. En zo de eerste zin die ik schreef was. Ik kwam beneden en ik zag mijn vader en moeder aan tafel zitten. En mijn broer. Gewoon zo'n tafereel als wat mm. jij nu beschreef. En toen dacht ik opeens: oh, dit is dus wat er gebeurt. Als ik schrijf, dan is het een situatie die ik beschrijf. En ik zie het allemaal. Dit is mijn rol. Ik ben degene die het ziet. En zij kunnen mij niet zien. En dat denk ik eigenlijk stiekem nog steeds. Dat ik ben degene die het verhaal maakt. En zonder jou is er ook geen verhaal? Uh, nee, nou ja, ja, dat klinkt nu heel uh, aan. Maar in ieder geval, in mijn verhaal is er dan niet. <laughs> Laat ik het maar zo zeggen. Christine? Ja, ja dat, ik bedoelde met verhalen in dit, in dit specifieke geval bedoel ik met verhalen ook het breder het idee het verhaal waarmee je opgroeit dat zijn uh, overtuigingen meningen dingen die je meekrijgt uh, en, en dat vormt allemaal een verhaal zonder dat dat nou uh, ergens in een boek als een soort bijbel ergens ligt maar je krijgt van je ouders krijg je overtuigingen en opvattingen mee waarvan je later denkt van God waar slaan die opvattingen eigenlijk over Bijvoorbeeld bij ons thuis was uh, de klassieke muziek dat was alles wat belangrijk was wat ik had een opa, die was dirigent en vioolleraar. En die wordt helemaal opgehemeld. En al het andere mensen in onze straat, dat, dat was eigenlijk klootjesvolk. Want die luisterden naar klootjesmuziek. Hè? En, en, dan, en dan dacht ik ook zo van, ja, ja die mensen luisteren naar klootjesmuziek. En dat, en dat moet je dan op een gegeven moment gaan bijstellen als je wat ouder wordt. Dat je denkt van, oh ja, misschien zit het toch net wat subtieler in elkaar. En, en, en moeten we daar anders naar kijken. En zo zijn er meer van dat soort voorbeelden. Dus eh, met het schrijven van zo'n... Van die herinneringen is die hoofdpersoon ook eigenlijk uh, dat, dat reservoir aan opvattingen, overtuigingen, wetten, ideeën. Aan het herschrijven, mm -hmm. om dat te, te veranderen. En volgens mij ben je tijdens je leven voortdurend al die dingen aan het herschrijven. En dat is maar goed ook, want als je eenmaal die opvattingen helemaal vast hebt staan, dan, dan, dan is het vastgeroest. En daarom is die ook comedian, want humor heeft nou juist als functie om alle vaststaande opvattingen een beetje op losse schroeven te zetten, te ironiseren, weer vloeibaar te maken. Dat, uh, ja, dus in die zin is dit een soort, soort motto dat door het boek heen uh, gebeurt, inderdaad. Je, toen in we elkaar spraken voor dit uh, programma vertelde je, je hebt even getwijfeld of je, je hebt je niet gedaan iets van Paolo Cognetti mee zou nemen, omdat je ook de mildheid die hij beschrijft uh, in het, in de acht bergen en de manier waarop hij naar zijn vader kijkt dat je die mildheid mooi vond. Ja 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 ja. Ja, dat was toen ik dit boek, toen ik het eigenlijk al af was, ging ik het een beetje herschrijven. Een van de invloeden waaronder ik het ging herschrijven. was dat ik dat boek van Paolo Cognetti las. die een vergelijkbare vader heeft in bepaalde situaties. Namelijk, ze zijn, die, die man zit ergens op een fabriek. en alleen in de zomer is die vrij. En dan gaan ze de bergen in. Maar dan gaan ze op zo'n manier de bergen in. dat het zo'n project wordt, zo manisch. En we gaan nu om zeven uur opstaan en we gaan wandelen. Je moet je veldfles meenemen. en je kaart en je kompas en dingen. en dan, en dan wordt dat echt zo'n zo expeditie en dan zie je en hij beschrijft die situatie. Ik heb dat soort situaties ook beschreven, maar dan beschrijf ik ze een beetje komisch. En hij doet dat met een bepaalde gevoeligheid, een beetje mededogen. Uh, van, god, wat is het eigenlijk treurig zo'n man dat dat, dat zo. En, en ik dacht van, oh ja, ja dat dus dat bedoelde ik met in het begin ja. dat je die verschillende perspectieven steeds kunt hebben. Want je kunt zo iemand. Uitlachen, je kunt het vanuit een kind bekijken die daar een beetje bang van is of, of verongelijkt. Je kunt het uh, spotelijk vinden, je kunt zeggen, wat, wat idioot dat je dat doet. En je kunt ook zeggen, goh, wat vreemd, wat zielig eigenlijk. En, en al die houdingen kun je daar tegenover hebben. En dat vond ik bij die Cognetti wel aardig dat hij die, 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 een bepaalde mildheid erin had. Dat, dat, dat ontbrak nog bij mij, dat denk ik. Is mildheid ook iets voor, belangrijk voor jullie als je schrijft? Nee, ik vind mildheid niet uh, een streven als ik, als ik schrijf. Wel op, op een bepaalde manier dat het, nou ja, uh, dat er iets van empathie, maar dat vind ik ook zo'n een, een beetje een snel een W-woord wel. Maar ik vind de personages vooral interessanter als je ze niet alleen maar één dominante karakter trekt die alles inkleurt, geeft, maar als er enig relief in zit. En. Het gaat natuurlijk ook, uh, dit gesprek, ik denk dat het er straks meer op komt. Maar ook wat kan je maken ten opzichte van mensen die zich in een, in een tekst herkennen. En dan probeer ik me, me, mezelf wel altijd nou ja, wijs te maken. Of ik zeg tegen mezelf, nou ik doe het gewetensvol, ik doe het met empathie. Uh, en dan denk ik ook meteen daaraan. Ja, dat vind ik ook wel een beetje makkelijk. Want dat zeg ik zelf. Terwijl ik ook de uitvoerder ben. Dus ik ben eigenlijk de rechter en de bul dan in één. Dus dat, dat voelt ook een beetje gek. Uh, zeker als het gaat om mensen die. Uh, nou, niks terugschrijven doorgaans. Uh, en, en ik probeer mezelf wel als, als schrijver... en zeker dus als het gaat om mensen die ik ken te zeggen... nou het is, het is altijd uh, het, het enerzijds, anderzijds zit erin. Het is uh, ook, ook vanuit compassie in ieder geval geschreven. Zelfs de onhebbelijkheden heb ik wel geprobeer, geprobeerd te begrijpen. Maar ik voel me daar ook altijd een beetje... Ik vind het ook een beetje makkelijk tegen, van mezelf om tegen mezelf te zeggen. Want ja, de anderen hebben helemaal geen stem. Want ik bepaal. En vind je het makkelijker om te schrijven over mensen die wel terugschrijven, of mensen die schrijven? Daarom kan je daar vrijer in zijn in een bepaalde manier. Als je uh, weet dat ze dat niet zullen doen, dan als je weet dat ze dat niet zullen doen. Doe, doe je nu op? Ja, bijvoorbeeld als je schrijft over, je, over nou ja, mensen die je kent die ook schrijven, of je familieleden die ook schrijven, of je koekje van eigen deeg heeft. Ja, of dat je daar vrijer in kan zijn, want je weet dat zij ook zouden kunnen schrijven. Nee, dat geeft niet echt een gevoel van vrijheid. Uh, nee, eerder het tegenovergestelde. Um, wel is het zo dat ik denk dat als mensen schrijven. Zeker ook als ze fictie schrijven, als ze begrijpen dat als drie dingen ver, echt zijn... dat het, het vierde verzonnen kan zijn, hoe dat werkt. Dat is mm -hmm. ook vaak iets wat, wat, een, wat, wat buitenstaanders niet zo goed begrijpen. Die herkennen dan een deel, dus ze herkennen alles. Het is fijn als het om mensen gaat die je tekst lezen, die dus er wel af toe schrijven... dat ze begrijpen hoe dat werkt. En dat, het, ja, dat, dat geeft niet alleen een soort kwetsbaarheid als je omringd wordt... door mensen die iets kunnen opschrijven... maar ook wel een soort nou, bazaal begrip voor wat je aan het doen bent... En hoe het, ge, hoe het werkt met karaktertrekken, uitvergroten, accenten aanzetten, noem het allemaal maar op. Nou ja, als ik me beperk tot, tot vrienden van mij die schrijven, die, die heb ik eigenlijk weinig. Maar uh, familieleden die schrijven, die begrijpen dat in ieder geval wel. Dat is wel een, wel een op zich prettig speelveld. Maar het idee dat die allemaal direct iets terug kunnen schrijven, vind ik vrij afschuwelijk eigenlijk. Mm -hmm. uh, oh. Ja, <laughs> zeker niet fijn. Nee. Okay. nee. Eh, Marja, wil jij nog iets toevoegen? Of... Ja, ja, dat milde, dat, uh, dat ken ik eigenlijk niet. Bij mij eerder tegenovergestelde, meer het gemene, ligt bij mij meer op de loer. Want schrijven is voor mij ook altijd wel een manier om de verhoudingen te herstellen. Of om het gewoon preciezer te zeggen hoe het zit. Uh, maar tegelijkertijd ben ik ook wel een beetje inmiddels beducht voor dat gemene. Maar ja, ik, ik ben ook altijd wel op zoek naar wat Christian ook zegt, het beetje het grappige. En dat gaat soms wel ten koste van. Ik, heb, ik kreeg vandaag nog. Ik heb een uh, appgroep met een paar vriendinnen. En die vanochtend werd ik wakker en toen stond er opeens in die appgroep. Oh, Marja is de Mol. Want toen hadden ze iets gelezen van mij, wat ook, waar zij in voorkomen. En voelden ze zich toch heel erg doorverraden, blijkbaar. Ah. Ja. En wat vond je daarvan? Um, nou, ja. Ja, ik kan niet ja, een beetje vervelend misschien. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat is gewoon hoe het gaat. En, uh, zij zijn daar ook om beschreven te worden door mij. Ja. 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 Thomas, jij hebt een fragment wat je ja. mij had toegezegd te willen voorlezen. Het is heel fijn als je dat wilt doen. Ja, dat is een fragment uit een verhaal. En dat gaat over een. Uh, het is beschreven vanuit een, een terugblikkende zoon. En hij richt zich tot zijn moeder en hij heeft het over zijn ouders. En dit is een stukje uit het midden van het verhaal. Er is een moment geweest en ik heb het gemist. Ik heb het alleen kunnen reconstrueren. Ik vermoed dat het op mijn achttiende was. We waren in Frankrijk. Het vaste adres, de laatste gezamenlijke vakantie. Gewoonlijk deden zulke reisjes jullie goed. Hier richt hij zich dus tot zijn ouders. Buiten Nederland vonden jullie makkelijker de juiste onderlinge afstemming. Jij trok er dan s ochtends vroeg op uit voor lange wandelingen en museumbezoekjes, terwijl papa zich ergens op een terrasje installeerde, ontwakend met koffie, sigaretten, een Frans voetbaltijdschrift. Doorgaans doodde ik de tijd op mijn Gameboy. En smiddags aten we samen croque Jij had uitgebreide verhalen over wat je allemaal had beleefd. Papa luisterde. En op zulke momenten zag ik ineens voor hoe jullie ooit samen waren gekomen. Jij, vol geestdrift, en hij, het slimme en nadenkende publiek. Jullie vulden elkaar heel natuurlijk aan. Flitsen van liefde waren het. Restanten misschien. Maar in de loop der jaren werden die flitsen spaarzamer. En op deze laatste vakantie zwegen jullie soms hele dagen. Papa verdiepte zich beter dan ooit in het Franse voetbal. Jij staarde veel voor je uit. Spak je toch, dan was dat op geërgerde toon. En vaak liep papa midden in een zin de kamer uit, als jij dat niet al had gedaan. Het begon al op de heenreis. Langs de snelweg bij Parijs we hadden in een oeverloze file gestaan en papa wilde vlucht tanken. Jij stapte uit om naar de wc te gaan. Je liet je tas achter. Want ik bleef op de bijrijdersstoel zitten. Papa kwam terug en reed alvast weg bij de pomp. Ik nam aan dat jij verderop klaar stond. Toen we op de snelweg belanden, vroeg ik: Waar is mama? Godverdomme, <laughs> riep papa. Ik dacht dat ze gewoon achterin zat. En hij reed nog een stukje door, alsof hij de informatie niet meteen kon verwerken. Toen parkeerde hij op de vluchtstrook en liep ik over het asfalt terug naar de Texaco. Jij stond tussen twee pompen in, omgeven door sloomrijdend verkeer. Rode ogen, gekromde rug. Ik had je nooit zo ontredderd gezien. Je vloekte niet toen ik voor je verscheen. Je leek niet eens opgelucht. Ik pakte je hand en samen liepen we terug naar de auto. Ik sleepte je mee alsof je een kind was dat niet terug naar huis wilde. Je had niet gezegd dat je de auto uitging, zei papa. Ik wist van niks. Dit was een mini-stop. En toen, gedempter, dit moet je me niet nadragen. Dat deed je wel, al zei je niks. De rest van de reis spraken jullie sowieso niet met elkaar. En ook in de dagen daarna begon je, anders dan ik verwachtte, niet eens zijdelings over het tankstation. Zwijgzame maaltijden, zwijgzame ontbijtjes. Eén keer riep je tijdens het afwassen. Jij stond met een schort voor te boenen, hij droogde af, ik zette alles terug. Dat hij eens iets moest doen. Dat je die stiltes niet langer verdroeg. Dat je geen therapie meer ging proberen, want dan denk je toch weer dat die therapeut de mijn kant kiest. Ik wilde je bijvallen, maar ook papa niet in de steek laten, dus keek ik zoals zo vaak toe. Die week in Frankrijk wandelden wij tweeën veel langs zee. Jij huilde tijdens die tochtjes meer dan dat je praatte. Toen we een keer op de keien langs het zand gingen zitten, zei je: Ik trek het niet meer. Dit, dit allemaal. Heel resoluut klonk je. Ik legde mijn arm over je schouder en ik geloof dat je toen wist dat je weg zou gaan. Je werd gek van het cliché waarin je jezelf verzeld zag geraakt. De liefhebbende vrouw met de stugge echtgenoot. Het was duidelijk en je hoefde verder niks meer uit te leggen. Ik stond notabene benen zelf ook op het punt om het huis te gaan. En toch. Toch bleef je. Zonder hier verder ooit nog op terug te komen. Volgens mij besloot je dat toen in diezelfde vakantie nog. Ik heb mijn leven vaak genoeg omgegooid. Ik ben al 62 en we hebben een kind samen. Hup. Schouders eronder. Ditmaal blijf ik. Voorgoed. Tot zover. Dankjewel. APPLAUS Hoe ben je waar ben je mee begonnen toen je dit verhaal ging schrijven, of schreef? Uh, met, dat, dat, is, dat is eigenlijk een, een, korte, een kort stuk in het hele verhaal. Maar met een zoon die thuis komt en zijn moeder is er niet, terwijl hij daar wel op rekent. En die zoon is dus veel ouder dan deze. Dat is een, uh, die is rond 30, dat wordt niet gespecifieerd. Maar die komt thuis. En die raakt, zonder dat hij precies begrijpt waarom. in een, uh, nou, een soort vlaag van paniek. Uh, ra daar raakt hij door bevangen. En die gaat dan door zijn ouderlijk huis lopen. Nou ja, en dat is op, zi op zichzelf niet heel opzienbarend. En dat is ook qua nou, plaats van handeling. en tijd die er uh, voorbij gaat, heel klein. Maar dat gaf me wel de ruimte om hem. Juist in die paniek uh, een beetje hapsnap, associerend en volop uh, zich van alles herinnerend te laten terugblikken. Dus dat was de structuur waarin uh, deze en nog iets van tien andere herinneringen, herinneringen ineens uh, opduiken. Ja, daar begon het mee. En heb je, ge, omdat uh, jouw, oh, nou nee, we hadden het er net zo over, omdat jouw, Ouders ook schreven en je broer schrijft. Heb je geaarzeld over, kan ik dit opschrijven of niet? Of voelde je meteen, dit moet ik opschrijven? Nou, niet, niet daarom heb ik erover geaarzeld. De, nee? Niet omdat zij ook schreven, nee. Nee, dat, 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 dat is eigenlijk bij zulke dingen nooit een afweging. Wat dan wel? Uh, of ik het interessant vind. Ja, het is duidelijk, het is nog niet geëxpliciteerd expliciteert, maar dat dit deels ja, dat 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 ik heb ook iets wat hier lijkt. Ja, maar ik ben heel voorzichtig want ik zei, mijn moeder zit hier op de eerste rij, dus mm -hmm. die kan uh, alles uh, corrigeren zometeen. Uh, maar wel als, als tiener ik was geloof ik iets jonger ook zoiets uh, dat ik het daarbij hou ook zoiets meegemaakt. Nou, toen dacht ik natuurlijk niet: dit moet ik opschrijven, nee. want toen schreef ik helemaal niet. Ik dacht wel: dit is echt uh, heel merkwaardig. Uh, dat dacht ik wel toen al. Uh, mm. En ik weet nog dat we toen terugkwamen van een, een inderdaad niet heel geslaagde vakantie. En dat, toen vertelde ik het aan de buurvrouw. En ik zag aan haar reactie ook dat dit echt niet normaal was. Nou, dat, dat, daardoor bleef het ook wel extra levendig bij, natuurlijk. Dus het werd gewoon een anekdote in de loop der jaren. Ja. En hoe vaker je zoiets vertelt, hoe, uh, nou, hoe meer je A doorkrijgt dat het werkt. En ook B, dat is ook heel raar, hoe, ook, hoe al, ja, fictioneler het al bijna. Voelt. Het, 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 ik begrijp wel dat het pijnlijk was, met name voor uh, uh, mijn moeder natuurlijk. Um, maar het werd ook gewoon een ja, best wel goede anekdote... voor uh, feesten en partijen, mm -hmm. zeg maar. Ja. Het uh, ja, klinkt heel fijn, ja, ja, maar het ja, is dat... gewoon afgebakend. En ja. het, alle, alle problemen in, in, in een relatie... en ik denk ook een deel, een deel van deze relatie... zaten hierin, in een hele korte handeling... Dus het bleef wel altijd levendig in mijn hoofd zitten. En toen op een gegeven moment, ja, toen ik dus met dit verhaal bezig was, toen dacht ik wel, ja, de, het is ook een kort verhaal. Dus ik heb niet heel veel ruimte, die, 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 die hele verwijdering tussen die, twee, tussen die twee ouders, waar uiteindelijk vooral het verhaal om gaat. En ook om de vraag uh, van de zoon aan de moeder, waarom ben je gebleven? Mm -hmm. Die zit voor mij heel erg in deze scène. Dus toen die Emma, toen ik bezig was en hij kwam omhoog. Nee, toen was, toen was het eigenlijk wel duidelijk dat ik het ging opschrijven. Ja, toen heb ik het wel nog heel even voorgelegd. Ja. ja. En wat er ook in zit, en waardoor ik denk dat het heel, ook heel herkenbaar is als kind, is dat er zit natuurlijk een moment op waarop je merkt dat die rollen min of meer omgedraaid zijn. Dus als de zoon de moeder gaat halen. En je schrijft ja. het ook nooit zo ontredderd gezien. En ik denk dat dat iets is wat heel universeel is. Er is denk ik in je leven gewoon een moment waarop je denkt: oh. Ik moet nu ook mijn ouders ergens mee helpen, zoals ze dat vroeger altijd deden dan. Ja, ja zoals ik kind was. Ja, dat, dat had ik zelf niet per se hierbij, maar verhaaltechnisch vond ik het daardoor wel meteen veel interessanter. Ja, en en inderdaad dat is denk ik van veel mensen die opgroeien en zeker ook van mij een kentering die je op een gegeven moment hebt. Eerst neem je alles aan en neem je ook alles nou niet, niet alleen voor waar, maar ook voor logisch aan en gaandeweg, weg naarmate uh, nou, laat ik het niet tot een je beperken, maar tot me. Terwijl mijn wereld groter werd, zag ik wel steeds vaker in dat iets zeer ongebruikelijk was. En, uh, ja. ja, en, en toen, heb ik, ja, to, de, toen ik het opschreef, dacht ik, well, ja, dit moet ik echt houden. Uh, en, ja. wat, ook, wat ik heel mooi vind ook in je verhaal, is dat dat loyaliteitsconflict er zo mooi in zit. Dat maakt het zo pijnlijk ook. Ik bedoel, er zit ja, niks veroordelends in, maar je hebt aan allebei de kanten de vader en de moeder... Die uh, laat je eigenlijk ja, hun gedrag, je, je, je toont hun gedrag zonder er iets over te zeggen. Ja, ja. dank je. Ja, en dat, ja. dat is ook wel wat waar we het net even over hadden: dat, dat woord empathie en compassie, dat, dat, dat maakt zo'n verhaal voor mij interessant. Ik zou het misschien nog harder kunnen opschrijven. Uh, ja, maar dan was je je doel voorbij. Die, geschoten ja, dan is het mm -hmm. voor mij. En nu is het gewoon echt zo'n mooi, pijnlijk verhaal. Ja, ja. dank je. Ja. Nogmaals. Ja. <laughs> ja. In trouw schrijf je iets wat ik uh, ook heel mooi vond. En, dat, was, en dat, schrijf, dat schreef je naar aanleiding van een ander boekje wat je schreef. Is een heel kort verhaal uitgegeven door wie geeft dat uit ook, ook weer? Oorschot. Van Oorschot, hè? Ja, de omwenteling. En dat is een verhaal over een wandelvakantie met je ex-schoonfamilie. En daarin schrijf je uh, dat je dat boekje hebt geschreven en ook naar hun hebt opgestuurd en dat je eigenlijk uh, nooit meer iets van hun hoort. Klopt. Maar dan zeg je, heeft je de zin. <laughs> dat is niet een het <laughs> cadeautje. <Aanschrijdskadootje. laughs> maar je schrijft dan vrijwel. Elk schrijven is wel beschouwd een gemankeerde contactpoging. Ja. En dat vond ik een hele mooie uh, zin. Maar misschien kan je daar iets meer over vertellen. Ik ben ook benieuwd of jullie dat ook zo zien. Ja, dat gevoel had ik hierbij wel heel heel sterk. Ja, je schrijft natuurlijk uh, bijna altijd in afzonderingen, omdat, omdat je daar een, een, een dringende behoefte aan hebt, maar ja wel bijna altijd, in ieder geval wat je publiceert, ook echt uh, om door anderen gezien te worden. En het is natuurlijk zo dat een verhaal pas tot leven komt als, als het door anderen wordt gelezen, als die er iets over zeggen ook, en als ik het idee heb dat het zijn weg vindt. En ja, uiteraard heb je ook nog categorie dagboek en zo, maar die laat ik even buiten beschouwing. En zo'n verhaal als, als, als dit, maar ook dat, dat boekje uh, Omwegen heet het, uh, dat, dat zijn wel ja, pogingen om nou, iets e allereerst vanuit mezelf in een verhaal te vatten, een betekenis te geven, al die dingen die net al voorbij kwamen, structuur te geven, maar uiteindelijk ook wel om iets van een reactie te krijgen. En uh, ja, in dat specifieke geval was het al uit met mijn ex, uh, terwijl toen ik meeging tijdens die wandeling, was het nog niet uit met haar en haar familie. Het was eigenlijk best wel een leuke vakantie. Um, een week in de bergen, in de, in de Ardennen. En toen, ja, toen kwam het uit, en daar hadden ze natuurlijk niet om gevraagd, en zij schrijven ook allemaal niet. Ik dacht ook, ja, dit is niet helemaal chic. Um, maar het kon me ook net niet meer echt iets schelen eigenlijk. <laughs> nee, maar ik dacht wel, ja, ik wil dan niet dat ze het van een buurman ineens na een maand horen. Dus ik dacht, dan stuur ik het toch, het zijn huisartsen, dus ik kon hun adres nog vinden. Gewoon naar de huisartsenpraktijk heb ik het gestuurd. Uh, maar uh, ja, uh, ik heb daar nooit meer iets van, uh, van gehoord. Uh, nee. Van je ex vriendin ook niet. Nou, in aanloop naar het verschijnen heb ik het uh, wel aan haar gemaild en gezegd: van nou, feitelijke onjuistheden mag je aangeven. En ja, en daar ff, uh, is toen ook iets wel gaandeweg verschoven. Want een jaar voordat het uitkwam stuurde ik het uh, op. En toen was ze. ik weet niet precies wat, wat er gebeurde. maar toen was ze heel enthousiast. Uh, en toen zijn ze prachtig eerbetoon. Um, nou, snel drukken, dacht ik. En toen, uh, toen kwam het uit. Ja, en, toen, en toen, was, 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 toen heeft ze nog wel iets gemaild, heel kort. En uh, ja, toen, van het eerbetoon was echt niets meer over. Maar uh, ja, het was heel gematigd. iets van uh, en, toen, en toen zei ze wel, heeft mijn moeder je al bericht? En toen, toen stuurde ik terug, nee. En, en ze zei, oh, die zal nog wel iets laten horen. Maar ik heb nooit meer iets vernomen. Dus ik weet niet precies wat daar... Uh, wat daar gebeurd is. Maar het werd wel steeds minder enthousiast. Maar goed, ja. Heeft een van jullie ooit zoiets meegemaakt? Nou ja, hier is natuurlijk... Uh, nou ja, ik, ik zat nu denken, ik heb ook wel eens over ex-vriendinnen geschreven. Die, maar bij mij wordt het toch altijd een gefictionaliseerde vorm. Al heb uh -huh. ik ook wel eens over een vriendin geschreven in mijn debuutroman. En dat ik hier ergens in de steeg een keer ergens zat ik wat te drinken en ik zag haar vader voorbij fietsen... en die draaide gelijk zijn hoofd weg. Dus toen dacht ik, nou, dat is tenminste één iemand die dat boek gelezen heeft. <laughs> maar, uh, uh, maar dan denk ik tegelijkertijd, ja, het gaat, jij hebt het over van... ik wil met dat boek contact teweegbrengen. brengen. Dat, dat heb ik bij dat soort boeken nooit uh, als, als... of in ieder geval niet, het, geen contact met degene die een model hebben gestaan... voor die personages, Wat? En dan denk ik, ja, het zijn mijn herinneringen. Ik ben mijn herinneringen aan het opschrijven. En herinneringen gaan nou eenmaal niet zonder andere personen. Uh, bovendien worden die altijd vervormd op de een of andere manier. Als je gaat schrijven, dan ben je er. Je had het net gebruikt, ja, het woord verhaal. Technisch kon ik dit gebruiken, dus dat is over die uh, tankstation. Passage die zodra je dat gaat schrijven, ga je het natuurlijk als die leren en een vorm aangeven, en dan wordt het natuurlijk al fictie. En je, je oogmerk, neem ik aan, is dan niet om zo waarheidsgetrouw mogelijk te zijn, maar om het, het mooi passend in je verhaal te krijgen, en dan, dan kun je. Waarschijnlijk ga je dan ook de situatie een beetje aanpassen. Laat je hem nog wat verder over die snelweg uh, rijden en op de vlucht ook nog even achteruit <laughs> terug. En dat je er helemaal heen wandelde, was misschien in het echt niet zo. Was waren het maar drie stappen, weet je wel? Want, uh, dan ben je toch als een soort regisseur ernaar aan het kijken van hoe kan ik de impact van deze scène nou zo, zo, zo groot mogelijk maken. Dan moet je sommige dingen vergroten, sommige dingen verkleinen misschien. Dus de, 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 de vraag is dan: wat is je oogmerk? Is het. Uh, documentair of is het esthetisch literair? Dat, uh, dat is een beetje. En dat is misschien in het wandelboek weer anders dan bij de achterblijvers, uh, kan ik me indenken. Is dat zo? Nou, esthetisch literair is wel altijd een uh, belangrijke afweging. Mm -hmm. ja. en, en uiteraard is er wel een verschil tussen, tussen fictie... Het was wel in de. We reden echt een heel stuk die vluchtstrook op, maar ik had het anders wel graag bedacht. <laughs> uh, maar daar kan je natuurlijk gewoon alles verzinnen. En bij, dat, bij, die, bij die wandeling. Dat, ja, dat, dat, dat is non-fictie. En ik vind dan wel dat. Ja, de, de spelregels. En de, dan moet het feitelijk wel kloppen. Daarom stuurde ik het ook naar mijn ex-vriendin. Ja. Want ik dacht ook wel. Uh, uh, en ze mogen zelfs feitelijke onjuistheden, ja. dus bijna als een fictie. Ja. Zeker, ja, maar het staat op non-fictie. En ik begrijp wel dat het dan mijn versie is, maar als er iets niet klopt, dan moet het er gewoon uit. En dat is hier, hè, dat, hier bij zoiets, is dat totaal geen afweging. Nee. Hebben jullie wel eens spijt gehad over iets wat je op hebt geschreven um, over iemand anders of in een situatie waarin je allebei was waarvan je later dacht, ik ben toch daar een grens over gegaan of ik heb dat toch te, te veel geopenbaard? Uh, ik heb dat een keer gehad met een column. Maar ik zal eerst nog even zeggen over die behoefte, die, dat contact leggen via een boek. Dat, die behoefte heb ik helemaal niet. Ik bedoel, ik heb die behoefte als ik denk aan anonieme lezers. Mm -hmm. Daar wil ik dat het terechtkomt. Maar de gedachte dat mensen die mij kennen... of die zich mogelijk zouden kunnen herkennen in mijn boek... dat ze dat zouden lezen, vind ik heel belemmerend. Jouw gezinsleden lezen jouw werk ook niet, nee. toch? Nee, nee en ik dacht eigenlijk mijn familie ook niet. Meer. Nu van de week zijn mijn broer opeens dat hij steeds naar de bibliotheek gaat om de groene even te lezen, om te kijken wat, of ik erin sta. <laughs> dat zei, dat dacht ik ook. Toen ik, dat hoeft helemaal niet, hoor. Toen zei ik, nou ja, ach, maar waarom niet? Weet je, dus en wat dat dat je vind je daar dan, vreemd. dan van? Nou, eigenlijk vervelend. Denk <laughs> ik wel zo. <laughs> ja. ja, wat is oh, dat, bij dat de opeens? Op de kolom kijkt hij dan over je schouder mee. <laughs> ja, helemaal. Ja, ja, ja. ja. Um, maar dus, um, ik heb een keer een column geschreven over iets wat mijn dochter... Het, eigenlijk het verhaal van mijn dochter was, over een vriendin die ze was verloren. En dat heb ik helemaal opgeschreven. En zij las dat, ik, toen was het al gedrukt en toen liet ik het haar lezen. Waarom? Ik weet niet. Toch denk ik, omdat ik dacht misschien in haar omgeving wordt het dan gelezen. En toen, dat vond zij eigenlijk zo verontrustend. Ze zei, je hebt het aller, aller ergste opgeschreven en ik wil gewoon niet meer dat je dat doet. Dus toen heb ik ook haar beloofd van nee, ik uh, zal het niet meer doen en ik zal het tegen je zeggen als er wel iets is wat jou aangaat. Maar ja, dan krijg je dus, want ze speelt toch een rol, een grote rol in mijn leven, dus zij duikt gewoon op. Mm -hmm. En uh, dan zou je bijna krijgen dat wat Thomas heeft gedaan, dan gaan vragen van mag dit? En toen dacht ik nee, maar dat wordt weer veel te letterlijk. Dus dat uh, heb ik laten varen en zij, af en toe vertelt ze iets en dan zegt ze ik wil niet dat je dit opschrijft. Dat herken jij, want daar schrijf je ook over in trouw. Dat mensen dat tegen je zeggen. Ik wil niet dat je het opschrijft. Ja, dat herken ik. Ja, dat gedeelte. Uh, en hou je je daar aan? Nou, ik, daar schreef ik op dat inderdaad bij mijn, mijn huidige schoonfamilie... dat als er dan een openhartig gesprek wordt gevoerd... dat dan op een gegeven moment altijd is... oh, pas op, anders schrijft Thomas het op. En dat is dan een soort grap. En dan <laughs> iedereen te lachen. Ik denk eigenlijk, dat ja, het is helemaal geen grap. Want het klopt gewoon. Uh, ja. mm -hmm. en, en dat is verder niet heel erg. En ik, ik heb altijd wel het idee... Dat ik zelf, uh, nou ja, gewetensvol, is ook weer zo'n woord waarmee je zelf dan een beetje sust. Of empathisch, uh, kan afwegen wat wel en niet mag. En wat een ander wel of niet fijn vindt. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat altijd heel goed kan. Ik denk wel dat ik het goed kan. Maar ik laat het ook bij voorkeur dan gewoon niet lezen. Uh, als ik het nu wel doe. En, en dat heb ja. wel een uitkomst. En heb je wel eens spijt gehad van iets wat je hebt opgeschreven? Dat je later dacht: Oeh, dat had ik toch niet op die manier moeten doen? Nee, niet heel erg, uh, heel erg spijt. En dat heeft er ook mee te maken dat ik niet heel veel autobiografisch heb geschreven. Ik uh, heb hiervoor één andere verhalenbundel in het totaal drie romans. En zeker die eerste boeken zijn uh, niet autobiografisch. En dat is ook in dat opzicht heel overzichtelijk. En bij de, uh, toen je die vraag stelde net, toen moest ik wel ook denken aan dat, de, die tankstation Want toen. Mijn vader is twee jaar geleden overleden, vlak voordat dit boek uitkwam. En hij was een paar maanden ziek. En toen hij op zijn een, een ziekbed was, was de, de, de prospectus waarin dit boek werd aangekondigd, die was er. En ik zat te twijfelen, het was namelijk niet duidelijk hoe lang die nog zou leven. Of ik nou iets zou zeggen over dit verhaal waarin hij delen zou herkennen. ik dacht, ja, shit. Uh, lief, liever niet, maar ik had ook natuurlijk geen zin dat hij, in, in, als het boek er dan was, en hij, en hij zou wel nog leven, dat hij dan net opensloeg. Op die ene pagina die hij verschrikkelijk vond. Dus op een gegeven moment hoorde ik mezelf toch daar met de prospectus in de hand zeggen van nou, één verhaal van de, van de zes, heel misschien herken je. Uh, nou, het, maar half gebaseerd. Ik, begon, ik hoorde mezelf echt een beetje ratelijk. Ik wist ook niet precies <laughs> wat er aankwam. En toen, toen zei ik dat wel, van, nou, ge, een beetje gebaseerd op delen van vroeger van jou en mama, maar eigenlijk niet. En toen zei hij wel, zei die één ding: het zei hij als dat tankstation er maar niet in staat. <lacht> <lacht> en toen dacht ik, oh nee. <laughs> de laatste boodschap. <laughs> ja, en toen, ja, toen de, de, de heel snel de afweging gemaakt, kan het er nog uit? Uh, want het was nog niet gedrukt, dus strikt genomen kon het. Ja, en toen ik ben ik ook niet per se trots op dat ik het er dan wel in heb plaats sta. Maar ik dacht, dat haalt wel echt. Uh, 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 dan, dan stort het. Het kan ook niet iets anders zijn. Hè? Nee, nee. nee, nee. Dus toen, toen vroeg ik hem wel, waarom zou je dat zo erg vinden? Nou, en toen heeft hij nog een paar dingen teruggezegd. En die zijn eigenlijk wat hij nu in die auto terugzegt. Uh, van dit, ik hoop dit moet je me niet nadragen. Want oorspronkelijk in het verhaal werd, werd die, uh, dat personage werd veel bozer op de moeder. Uh, maar dat was eigenlijk ook minder interessant. En nu, nou, nu heeft hij een beetje zijn, zijn reactie nog wel in het verhaal gegeven. Maar daarvan dacht ik achteraf, ook toen ik het net voorlas, dacht ik: wel... Jezus, moest dit er nou zo nodig in? Ja, ik ben er wel blij mee. Maar dat, da, 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 daar worstel ik soms nog wel. Uh, ik lig er niet wakker van, maar uh, vind ik niet mijn vrijste afweging, eerlijk gezegd. Dankjewel, Christian. Nou, ik vond het juist wel mooi dat hij... Uh, maar dat is misschien wat ik eerder bedoelde met die mildheid die erin komt. Dat je dus die man ook uh, laat zien van een andere kant. En weliswaar dat hij zich pas jaren later iets realiseert. Uh, maar dat is juist het mooie aan een roman. Dat je dus al die tijden en die hoedanigheden van die mensen in verschillende leeftijden samen kunt nemen. En, en daar iets nieuws van kunt maken. Dat, je, dat, dat is toch het, het hele spel daarvan. Uh, ja, jij had een vraag. Of je wel eens nou ja, iets hebt opgeschreven waarvan je later dacht... oeh, dat had ik misschien toch niet. Je hebt natuurlijk minder over Nou, uh, ja, het, uh, Een schreef... tijdje terug had ik een, een middelbare schoolreunie. <laughs> uh, <laughs> <laughs> en uh, ik heb over mijn middelbare school, Stedelijk Gymnasium Leiden... heb ik uh, geschreven in een roman, Euforie. Een prachtig boek is, zoals je weet. En <laughs> er ja, komt zo'n jongen naar me toe... Die, uh, die had al flink wat gedronken. En zo van ja, jij hebt een paar keer over mij geschreven. Uh, dit geschreven, dat. Ja, ja, het was wel waar, maar het is, het is maar één momentopname. Hè. En, <laughs> uh, nou, dat was niet. Het, was, oh, het gaat ook op zich nog niet eens over pijnlijke dingen of zo. Maar toen had ik even die realisatie van: oh ja, 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 ja. Dat, mensen die herkennen zich. In en dat doet iets met mensen. Ze lezen het blijkbaar ook. En ik had ook een keer in een eerdere versie van het boek. de kwam er zo'n leraar van die middelbare school. die had een soort voorversie van dat boek. Daar hadden al die leraren hadden nog hun echte namen. En die zeiden: Ja, dat kun je toch niet maken? Want van Tul, die man die is net overleden. En dan zegt hij: Zeg jij dat het zo'n lul is? En dit en dat. En uh, zei: ja, ja, er zit inderdaad wel in. Toen heb ik in de uiteindelijke versie heb ik al die namen veranderd. Dus mevrouw Bast, heet, mevrouw Stam, enzovoort. Maar maar is het allemaal wel uh, en dat is meer dan alleen cosmetisch. Het is ook dat ze dat uh, als je besluit dat het fictie is, dan wordt het allemaal veel wendbaarder. Dus die jongens waar ik over schreef op school, daar, die worden ook wendbaar in mijn handen. Dus die staan model voor iets. En ik soms neem ik twee mensen samen en, en, en maak ik daar iets uit. Het is een beetje zoals uh, Johannes Vermeer. Zo heet die hoofdpersoon trouwens uit het boek, uh, dat euforie. De, hoe hij te werk gaat, dat is ook dat het padelmeisje is samengesteld uit allerlei mensen die je dan... Dus je gaat een realiteit van een andere orde maken en dat is juist zo interessant. En dat mensen zich daar dan in herkennen, ja, ja dat, uh, uh, dan kun je ook denken... Uh, dat boek dat staat er voor eeuwig en die mensen zijn over honderd jaar allemaal dood. Maar dat is wel echt een punt wat je nu zegt. Want mij lijkt het dus echt altijd het ergste als je, ik weet niet wie, allemaal hebt opgeofferd. Mm -hmm. hè, ten behoeve van de grote kunst. En dat het dan gewoon niet goed is wat je hebt gemaakt. Dat het gewoon niet, niet ja. waard is. Ja. Ik bedoel, Thomas, jij hebt geluk. Uh, je hebt gewoon een heel mooi verhaal geschreven. Maar voor het, ja, ik zeg het nog maar een keer. <laughs> maar stel je voor dat het gewoon echt een, een, een flut verhaaltje is. Ja. Dat is het gewoon niet waard. En sowieso, in het algemeen, vind ik uh, dat een, 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 een uiteindelijk literatuur niet boven het leven gaat of zo. Als je weet dat je iemand heel erg pijn doet... moet je het gewoon niet doen. Nee, goed, maar dat zijn bepaalde dingen. Ja, dat, dat is iets wat je ook wel een beetje aanvoelt. En, en dat, ja, dat dat voel je, als het goed is voel je dat eigenlijk. Normale, ja. normale dingen. Maar het, maar het vervelende is natuurlijk... dat de, de echt interessante dingen om over te schrijven... die beginnen juist waar het allemaal pijnlijk zeker, is. Dus zeker, zeker. Dus, maar het is balanceren. En dan moet ja. je weer je woorden kiezen. Ja, dus het is echt die sweet spot opzoeken... Ja. van, 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 van ja. bruskeren en behagen ja. en dat toch nog... Ja. Uh, maar als je dat met een bepaald. Uh, ja, de, ik noem dat net dus die mildheid. Mee, of respect. Ja. Of hoe moet je dat noemen? Dat je het, het recht doet in ieder geval. Dat, je, uh, ja. dat, dat het niet, dat je niet iets schrijft waarin je er op uit bent om iemand onderuit te halen. Dat je doel niet is om een klap uit te delen, maar om iets. Te begrijpen om een situatie af te pellen. Mm -hmm. Zo heb jij die, die situatie bij het tankstation, ga je een beetje op, op in en afpellen. Van wat is hier nou precies aan de hand? Er zit van alles omheen. En het is een soort oerscène waarvan alles aan vast zit. En daar wil je dieper in doordringen. Het is niet om te zeggen: van kijk eens, dan lul die vader, die laat gewoon die vrouw bij de tankstation staan. Dat dan wordt mm -hmm. eendimensionaal flauw. Daar gaat het helemaal niet om. Mm -hmm. dus, dus, het is juist interessant. En, en daarom vind ik juist die reactie van die man interessant, dat hij die, dat die zelf daar ook een soort vroeging over. Over heeft ja. dat, dat maakt het wel weer gelaagder dan wanneer die alleen maar boos zou blijven en denk: God, wat spookt dat mensen uit op die ja. station? Tijd dat zij naar de wc is geweest, was ik al drie keer gegaan. Nou, met daarom zijn, denk ik, ook wraakverhalen nooit zo interessant dat ze dan gewoon te eendimensionaal ergens op uit zijn. Om dan weet alsnog... je als lezer ook van, oh ja, maar dit ja, wordt vanuit zit een bepaald soort woede ja, Dus dan moet dat je is... dat weer gaan ja. vertalen terug naar een realiteit. Ja. Van wat, wat zou ja. er echt onder zitten. Kan ook leuk zijn, maar dat, dat is niet waar we het nu over uh -huh. hebben. Ja. Marja, zou jij een fragment ja. willen voorlezen? Ja. Um, het gaat over een uh, uh, verhouding tussen een. Uh, Amsterdamse vrouw en haar huishoudelijke hulp. En er gebeurt iets, die vrouw die tegen de verwachtingen in wil... ze allereerst niet wit betaald worden. En dan daarna is de, het verzoek aan haar werkgeefster... of zij het geld voor haar wil opsparen. En de, de, het perspectief ligt eigenlijk de hele tijd bij de vrouw... en die is heel blij dat ze iets kan doen voor haar hulp... Dus ze hoeft eigenlijk niet eens te weten waarom, maar ze gaat gewoon dat, verhaal, dat geld sparen. Um, het is een ik, dus de ik is de vrouw. En Cosmo, die nu hier een rol in speelt, is de zoon. En de werkster heet Rose. Ik denk dat ik een leuk verhaal vertel als ik tegen Cosmo zeg dat ik het geld voor Roos opspaar. Dat moet je niet willen, zegt hij. En dat is vragen om problemen. Cosmo werkt en woont in een land waar hij precies weet waar hij wel en niet kan zijn, hoe hij zich moet verplaatsen, welke mensen hij op afstand moet houden. Straks vraagt ze haar geld, je geeft het haar en ze zegt: Het is niet genoeg, ik heb twee keer zoveel verdiend. Cosmo leeft in een wereld waarin de ene helft van de mensheid de andere uitbuit. Elke keer als ik zijn officiële functie uitspreek bij een internationale oliemaatschappij, vergeet ik de volgorde van de woorden. Maar ik hou het precies bij, zeg ik. Eigenlijk wil ik zeggen, maar ze vertrouwt mij. Ik ben bang dat ik dat niet zonder trots kan zeggen, dat ik de hoofdrol speel in een feel-good-movie. Ze kwam hier de trap op, arm en wanhopig, en gelukkig stond ik daar, boven aan die trap. Mijn collega noemt me Mrs. Dalloway. Elke keer als ik iets over mijn huis vertel, mijn wijk, over de boodschappen die ik doe, de bloemen natuurlijk... Als ik ter gelegenheid van de komst van Cosmo een appeltaart aan het bakken ben, stuur ik hem een berichtje. Mrs. Dalloway doet haar schort om. Hartog en ik. Hartog is de man. En de beide katten vormen een tableau vivant voor Cosmo. Zoveel maanden zien we hem steeds niet, maar wij staan hier in onze vaste formatie opgesteld. Ik heb me voorgenomen dit keer echt met hem te praten. Maar wat wil je van hem weten? vraagt Lin, Linne's dochter. Is het iets wat je ook aan mij zou vragen? Zo gauw ik het probeer te formuleren, verdwijnt het inderdaad. Of hij gelukkig is. Maar stel dat hij vannacht thuis komt, tegenover me gaat zitten en vraagt... Vertel het me, mam, ik moet het weten. Ben je gelukkig? We zijn een eilandenrijk, we zijn een gezin. In plaats van te spreken over geluk, hebben we het over het dakterras... en een restaurant hier om de hoek, waar toch en ik zijn gaan eten. Over stoelen die we zoeken, over de vrienden in Rotterdam die hij heeft opgezocht. Het stuk van Vivaldi dat hij heeft gehoord. Hartog had van tevoren iets gezegd over de blaaspartijen en hoeveel aerosolen daarbij verspreid zouden worden. Er was inderdaad iets met de blazers, maar ik weet niet meer wat Cosmo daarover zei. Hartog en hij hebben hun eigen moppetrommel. Lach het aan mij, dan bewoog ik me in een bevroren landschap. Iedereen stil en veilig onder één dak. Alleen door het dakraampje komt wat lucht binnen. Als je goed luistert en het is de juiste windkracht, kun je het horen klepperen. Mrs Dellaway gaat slapen nadat ze het betaaloverzicht voor haar hulp heeft bijgewerkt. Dankjewel. Het sluit heel erg aan bij iets wat Thomas ook al eerder zei over die intieme vreemde en um, uh, over hoe je erg je mensen nou kent uh, die in je gezin zijn of wie staat schrijft En ik vroeg me af, maakt het schrijven over een gezin... heeft dat je iets geleerd of iets verteld wat je nog niet wist? Heeft het je blik erop veranderd? Uh, nou, het heeft heel erg te maken met wat we net ook zeiden... Van dat het zo moeilijk is soms om precies te wegen... wat zeg je wel en wat zeg je niet. En juist het gezin, dat is denk ik voor mij wel het meest precaire onderwerp wat er is... Dus uh, ik had het eigenlijk nog nooit. Ja, ik heb wel eerder over familieverhoudingen geschreven. Het is wel een terugkerend onderwerp voor mij. Maar dan ook wel vaak via anderen. Bijvoorbeeld via een Engels vriendenstel. daar heb ik een hele roman over geschreven, omdat daar van alles aan de hand was en ik dacht, zij kunnen het toch niet lezen. <laughs> en, uh, maar toen later bleek dat ze weer andere Nederlandse vrienden hadden en die zeiden van nou zeg heb ik nou een boek gelezen: het is jullie verhaal. <laughs> toen kreeg ik meteen zo'n brief of een, een mailtje van die Engelse vriendin die zei ik hoop in ieder geval dat ze een beetje sympathiek is, maar ja, uh, het is nog steeds niet vertaald, dus uh, alles um, ja, maar ik vond het dus wel. Uh, het heeft me in zoverre, uh, ik denk wel dat ik er goed over kan schrijven, omdat ik er veel over nadenk en omdat ik het een moeilijk onderwerp vind. Dus het heeft me wel geholpen om. Ook bepaalde mechanismes of zo. Om daar. Nou, om nu te zeggen, om me daarmee te verzoenen. Dat is echt een groot woord. Maar ik vond het wel heel bevredigend of zo. Om het te, te op te schrijven. En wat vind je dan zo moeilijk en zo precair er aan erover schrijven? Omdat het over echte verhoudingen gaat. Om dingen, om echt. Ja, om intimiteit. En als ik denk aan mijn kinderen. Ik bedoel, ja, het zijn dan toch weer een, een zoon en een dochter. En ik heb zo gedacht van. Laat ik er twee dochters van maken. Of... En dat, dat lukte gewoon niet. Ik bedoel, dat is een beetje wat Christian vertelt over net die namen net even anders maken. En dan voel je wel, je krijgt meer bewegingsruimte. Maar je wil ook weer niet te veel bewegingsruimte hebben. Want het moet wringen. Weet je, wel? je moet er moeite voor doen om het goed op te schrijven. En het moet niet. Als het twee dochters waren, dan ging ik meer fantaseren en dan werd het weer vrijblijvender. En nu heb ik het idee, ik heb het wel helemaal recht gedaan of zo. Daar was ik wel echt op uit. Maar ik kreeg echt pijn in mijn buik als ik dan dacht aan mijn echte zoon. Dat ik dacht. Ik wist wel, hij gaat het niet lezen. Maar hij hoort vast van vrienden van. Oh, nou, uh, je moeder dit. Weet je wel. Uh, en de situatie die ik beschrijf lijkt wel heel erg op zijn situatie. Dus ja. En is dat. Is dat dan. Ja, je zegt ik krijg er buikpijn van, dat snap ik ergens wel. Maar. Aan de andere kant, hij is het niet. Nee, maar toch het idee dat ik gewoon zo'n vol leven, wat ik heel goed ken... dat ik zou, me, zou, me zou, zelf zou toestaan om dat op zo'n manier op papier te stollen... dat vind ik eigenlijk bijna onsmakelijk. En ook heel brutaal of zo. Ik vind dat eigenlijk heel moeilijk. Omdat je inbreuk op mensen leven maakt? Nou, inbreuk? Nee. Nee. nee, gewoon, ik maak het dan simpeler of zo. En ik, ik vul het in. Dat mm -hmm. is een beetje toch gewoon mijn sensatie van vroeger. Mijn vader en moeder zitten aan tafel. En opeens zijn het marionetten geworden. Uh, en opeens kan ik met ze alles met ze doen. Uh, dat voelt toch een beetje oneerlijk. Maar goed, het is dat we het daar nu over hebben. Want uh, het is ook natuurlijk overdreven om zo te denken. Ja, en het is misschien, ik vind ik wel opvallend vind is dat het dus anders is met je ouders dan met je eigen kinderen misschien. Um, ja, ik heb ook wel moeite gehad om over mijn ouders te schrijven, en ik denk dat ik dat echt pas kon toen ze waar overleden. Dus ik durfde dat niet aan Christian te vragen net. Maar ik dacht wel van waarom schrijf je het nu? Is er iets veranderd in de verhouding met je ouders? Ik kom op zo'n leeftijd, dat schrijf ik ook ergens. We waren op de leeftijd gekomen dat iedereen altijd loops vraagt en leven je ouders nog? En dan antwoord ik altijd: ja, maar vraag niet hoe. En daarna vraagt niemand meer door. Ah ja, <laughs> maar ja. ze leven nog. Ja. Maar vraag niet hoe. Nee. Nou ja, ik heb dat al vaker gezegd. Maar als mijn vader nog zou leven, zou ik gewoon nooit hebben. Zou ik niet schrijven? Überhaupt niet. Ik zou me doodschamen. Dus uh, nee, dat uh, vond ik eigenlijk ook al moeilijk. Mm -hmm. ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het is anders om over kinderen te schrijven. Want ik merk ook in dit boek, uh, dan zit ook in heden... en die man die heeft ook kinderen. En dan dacht ik ook inderdaad, ik ga er hele andere kinderen van maken. En het worden gewoon jonge meisjes ja. van toen was het dus tien en acht. Maar dan uh, heb ik het geluk dat die verhaallijn minder belangrijk is. Dat is alleen de achtergrond. En het speelt tijdens corona. En dan gaat hij bij ze langs met atletiek wat weer open is. Dus het zijn hele... Onschuldige dingetjes. En ik denk, ja. Ook misschien omdat je als ouder. heb je een bepaalde. Uh, ben je al in zo'n ontzettend machtige positie tegenover die kinderen. En als je dan ook nog macht over ze gaat uitoefenen op papier, dat is dan misschien net iets te veel. Terwijl die ouders, die hebben de hele tijd macht over jou gehad. En dan mag je eindelijk op papier, mag je uh, zelf de macht teruggrijpen. En Mag je, wat ik dan noem, het, het verhaal gaan herschrijven. Maar voor die kinderen ben je het verhaal nog aan het schrijven. Nou, dan heb ik het over jongere kinderen. Bij jou zijn ze al mm -hmm. uitgevlogen. Of, of in ieder geval volwassen. Of in ieder geval boven de 18? En dan is het ook weer een ja, andere situatie. Ja, maar het, het heeft voor mij toch ook nog wel steeds... met een soort van ontheiliging te maken of zo. Ik vind het echt verbazingwekkend hoe lang dat duurt, blijkbaar. Misschien is dat ook wel gewoon dat er te hardnekkig... een, een beeld in je hoofd blijft zitten... waar ik dan eigenlijk bijna ook niet aan durf te komen. En uh, ja, zoals in Thomas' geval... Van dat jij dan nog een schrijvende broer hebt... dat lijkt me echt zoiets ergs... <laughs> ja. ja, het lijkt me zo erg om, je, om jezelf. En ook als ik eraan zou denken dat mijn kinderen zouden gaan schrijven. <laughs> uh, nee, dat, ik zou dat ook niet durven lezen, gewoon denk ik. Nee, nee, ik zou de, die constellatie ook niet direct aanraden. Uh, <laughs> maar je hebt er daar echt heel weinig over te, te zeggen. Uh, en uh -huh. ik lees het juist wel altijd. Ook wel omdat ik wil weten wat de anderen, de mensen van wie ik heel veel hou, bezighoudt. En jaren heeft bezighouden. Maar ook wel omdat ik wil weten wat ze gebruiken. En dat klinkt wel heel uh, praktisch. Misschien is het dat ook wel. Maar um, nou ja, mijn broer schrijft fictie. En mijn. Mijn vader schreef af en toe, maar non-fictie. En mijn moeder schrijft non-fictie. Ik heb ook nog een halfzus die ook schrijft. En ja, dat is uh, wel iets te veel schrijvers op uh, een paar vierkante centimeters. Uh, dus ik wil wel weten wat, wat ze ongeveer doen. En dan merk ik ook altijd als ik verschillen zie, uh, dus ofwel in stijl ofwel in beleving van een periode die ik ook heb meegemaakt, dat ik me daar echt. Uh, uh, nou, mentaal echt aan vastklamp. Dat ik dat heel fijn vind. Dat ik denk, ah, is dit, 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 is, dit stukje is dan nog wel voor mij hierin kan ik me onderscheiden. Maar ja, ik zou liever ook hebben dat ze dat eigenlijk allemaal niet deden. Um, uh, en wellicht zij ook van mij. Het enige voordeel is dat. Uh, jij, jij zegt net dat je je echt pas kon schrijven. toen je vader overleden was. Ook ja, vanwege schaamte. En schaamte is een gevoel dat ik ook heel sterk ken, denk ik. Maar ik merkte wel toen ik begon met schrijven... en zeker toen het dus nog meer in de ofwel echt keiharde non-fictie... of echt fictie met veel verzonnen dingen zitten... dat mijn moeder trouwens ook, maar mijn vader heel aanmoedigend was. En die begreep ook meteen het belang voor mij. En die las dan ook vaak mee en die had goede taalkundige opmerkingen. En dat was, nou, daar lag dan de nadruk wel op het intieme. Mm -hmm. En dat was ook weer heel waardevol. Dus het is niet alleen maar een last en ingewikkeld. Dat is het wel ook soms, maar ik, ik heb daar ook hele goede herinneringen aan... En, en, en zeker, zeker mijn vader las eigenlijk altijd alles mee. En die had dan wel het vermogen, dat ging dan per mail, om een paar nuttige, vaak taalkundige dingen te zeggen en zich er niet uh, te veel mee te gaan bemoeien. En, en het voelde nooit alsof hij ertussen stond of dingen uh, me niet uh, toeliet. En wellicht voel ik me uiteindelijk vrijer op den duur als ik dingen van vroeger beschrijf, nu die er niet meer is. Maar ja, ik heb daar ook wel echt heel veel hele warme herinneringen aan, eigenlijk. Dus dat. Ja. Mooi. Ja. Niet alleen maar staande weg, in ieder geval. Ik had jullie ook alle drie gevraagd. En ik denk dat. Ik zit even naar de tijd te kijken. Maar ik denk wel dat het echt leuk is als we dat doen. Om een scène mee te nemen. iets uh, Over een gezin of een familie. Uh, van iemand anders. En ik wil met jou beginnen. Ja, Marla. Het is een heel kort stukje. Het is van Kees van Kooten, 40. Het zijn drie verhalen. En. Dit is van begin jaren tachtig en ik las dit en ik was echt ontzet. Omdat dat voor mij was dat de eerste confrontatie met dat iemand het waagde om zozeer over zichzelf te schrijven en over zijn gezin. En uh, dat ik echt dacht van hoe, hoe, uh, ja, hoe durf je dat? Maar ook uh, is dat niet heel uh, aanstootgevend? Of, of ja, is dat niet ook gewoon eigenlijk bijna een soort nederlaag dat je je verhaal dat dit het nou is, weet je wel, dat je je zo uitlevert op papier. En tegelijkertijd is het ook een fragment waarin meteen blijkt dat hij aan het zoeken is van hoe ga ik dat doen. Het heet lek Hier begint het. Ik kan kiezen tussen: zijn vrouw had hem en mijn vrouw heeft mij. Onderweg heb ik besloten dat het Mijn vrouw heeft mij moet zijn. Mijn vrouw heeft mij, ter gelegenheid van mijn 40ste verjaardag, een ontzagwekkend cadeau gegeven. Ik mag twee weken lang alleen in dit hotel zitten met een blauw-wit gestreept lichtgewicht colbertje van Daniel Hechter aan om een kort verhaal te schrijven. Thuis komt daar immers niets van. Ik wou dat ik eens twee weken achter elkaar ongestoord kon schrijven, riep ik op 9 augustus van onderuit de aanrechtruimte in ons nieuwe keukengebeuren naar mijn vrouw omhoog. Wat moet je dan schrijven, vroeg ze kokend water op het koffiefilter gietend. Twee weken maar, riep ik, terwijl ik met een hamer, waaromheen een washandje, de verstopte zwanenhals probeerde te ontproppen. Twee weken zonder al dit gezeur aan mijn kop. De volgende morgen werd ik in een bed vol kussen, wakker als 40-jarige. Er was drop van de kinderen. Er waren twee te grote onderbroeken namens de honden. En uit handen van mijn vrouw ontving ik dit colbert en een geschenk onder couvert. De drop, grotendeels op, ligt hier voor me. De onderbroeken heb ik aan. En in haar envelop zat dit hotel: Grand Hotel du Bragard. Het staat in Gérard een helder, middeltuttig Frans toeristenstadje in de Vogese. Nou, en dan gaat hij beschrijven dat hij daar al eens eerder is geweest met zijn kind, kinderen en met zijn vrouw. En dan uh, vertelt hij hoe hij zijn kinderen gedag zegt. Even kijken: Vanmorgen om zes uur ben ik vertrokken. Kim, praten in haar slaap. Ik heb de jongen van zijn kooi gedingest. Wat zeg je, schat? Als je gelukt hebt, horen ze je. En kun je in hun slaap pratende kinderen als een jojo in de lucht houden. Nou, et cetera. Kim, hij noemt nog een paar keer haar, haar naam. En dan zegt hij... Bij het, voluit, bij het voluit benoemen van de mensen van wie ik het zielst houd... bemerk ik, vooral bij voorlezen uit eigen werk... een onbestemde kregeligheid. Schrijver, de leedvrije geluksvogel... Pout zijn euforismen. Het vol uitschrijven van ware namen roept iets onherroepelijks over zijn dierbaren af, vreest ik, want zo sta ik hierin geschreven. En dan gaat hij denken, ik ga initialen gebruiken en dan bedenkt hij, ik geef ze een andere naam. En het dat die, mijn ontsteltenis werd natuurlijk nog vergroot omdat hij zichzelf gewoon zo op de ja. omslag zet. Ja. Ik dacht van oké, okay, weet je wel, dat. dat behoort dus ook tot de mogelijkheden. Ik vond het verschrikkelijk en ik vond het aantrekkelijk. Willen jullie hier op reageren? Een mooi fragment. Heb je het gelezen of niet? Nee, nee, nee. Hey? Dit, dit is niet. Oh. Uh, wel andere dingen van hem. Ik vond het toen heel oud, veertig. Ik dacht jeetje. <lacht> 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 Hoe oud was jezelf toen je dit dan las? Dat was achttien. Ja. Ik dat dat gepresenteerd wordt als 40. Dus, uh, ja. Ik kom in regel: 40 ben ik heden en een straathond geworden. Uh, nou ja, dat, uh, blijkbaar is dat een belangrijk uh, moment, moment. als mensen 40 worden. Thomas? Ja, ik uh, ben nog geen 40, dus ik kijk er nog steeds <laughs> naar met een van. Uh, nee, ik heb dit ook niet gelezen, maar wel andere verwante uh, uh, werken van hem. En dat nou. Opgewekte en onbeschroomde, dat erin zit, dat spreekt me altijd heel erg aan. En dat uh, vind ik altijd wel ook jaloersmakend. De, er spreekt heel veel ja, vitaliteit, misschien een beetje een suf woord, maar plezier en, en leven. Ja, ook wel veel geluk. Ja. Ja. Dat is misschien ook wel wat jou aantrekt ja. in dit werk. Ja, zeker. Dank maar hij is dus hier aan het... Het begint al ermee dat hij begint te worstelen... van ga ik ik zeggen of ga ik zij zeggen? Mm -hmm. Ga ik hun echte namen ja. gebruiken of niet? Dus blijkbaar zit er aan dat schrijven... toch een soort bijna primitief gevoel... alsof je een, een, een voodoo aan het bedrijven bent. Alsof je uh, iets magisch aan het doen mm -hmm. bent... zodra je hun namen uitspreekt... dat dat soort toverklanken zijn die effect op ze gaan hebben. Dat je, dat je dus... Uh, en, en, en misschien dat die schrijvers zelf dat wel enorm aan het overdrijven zijn. dat het eigenlijk Ja, ook omdat er... je wil laten zien van ik schrijf niet zomaar op. Nee, ik, ik stileer je, je dit. Ik je... doe net alsof het echt is. Ja, ja, het is natuurlijk ja. ook een kunstschrijf. Ja. En je bent je bewust van de macht van het woord. Dat dat zo machtig is, want dat woord is alles wat je hebt in dat universum dat je aan het maken bent. Dus misschien dat je er zelf ook dan een overdreven ja. belang aan toekent. Dat je denkt van nou, dit is wel... Maar dit is ook een beetje... Uh, het is natuurlijk ook kolomachtig. En een kolom is net weer wat anders dan een roman. Mm -hmm. ik, in, in columns kan ik ook makkelijker wat dingen van kinderen gebruiken. Maar dan, daar ben ik ook wel. Of, of essays voor NRC of zo. Uh, maar daar ben ik ook een beetje uh, zorgvuldig in. van... Dat, ja, dan ga ik. Dingen doen. wat had ik laatst gebruikt van een zoon van mij. die het erover had dat hij het niet leuk vond. dat wij op magister al kijken. wat zijn cijfer is. En dan komt hij thuis van school. en dan oh ja. heb je het thuis. en heb je het net een beetje verwerkt. dat je een onvoldoende hebt. en dan krijg je het van je ouders ook nog een keer te horen. Oh ja. Maar dan is dat een, een citaat dat leuk werkt om een groter maatschappelijk probleem aan de kaak te stellen. Een hedendaags verschijnsel, want dat magister, dat je niks meer buiten het oog van je ouders kunt doen. Dus dan wordt het instrumenteel en dan is het niet alsof je, daar ga ik dan ook geen toestemming voor gebruiken. Of nou, misschien, ja, ik heb het wel over gehad van ik ben een stuk daarover aan het schrijven. Hoe mm. denk jij er eigenlijk over? Mm. Dus het was meer een, mm. bijna een interviewachtige situatie. Mm. Heeft Felix Kajuit, jouw nieuwe hoofdpersonage, kinderen? Ja, precies. Ja, die heeft kinderen, maar die, die, die spelen op de achtergrond. Een, uh, uh, hoe heten ze? Daar, daar heetten ze Simon en Isa. Dat waren wel de namen die voor allebei als, als eventuele andere namen zouden zijn geweest. Als het een jongen of meisje, weet je wel, als het andersom was geweest. Dus, en, maar die, die spelen, uh, dat is echt alleen de achtergrond, want hij vertrekt al heel gauw ergens anders naar. Waar, van alles, waar de, de handeling zich concentreert. En dit is dan gewoon de thuisachtergrond situatie. Maar wat wel zo is is dat die kinderen in dat boek die hebben de leeftijd die hij destijds heeft in die fragmenten uit het verleden en dat is een verschijnsel wat ik ook wel heel interessant vind dat iedereen uh, misschien herkent als je kinderen hebt dat je op een gegeven moment dan zie je ze op een bepaalde leeftijd dus stel ze zijn tien dat je opeens weer denkt van oh ja maar nu met terugwerkende kracht ga ik begrijpen wat zij hoe het in elkaar zit en ga ik mijn eigen herinneringen weer anders wegen goh oh zijn ze uh, ik leg het wat omslachtig uit, maar het is ook, dat op zich dat je opnieuw de situaties gaat bekijken via zo'n kind. En dus dat, dat kan wel weer stimuleren om herinneringen naar boven te krijgen. Van, uh, ik zat bij dat denkstation, zat ik mezelf voor te stellen: van dat zou ik, nou, ik zou dat niet zo kunnen doen, maar mijn kinderen zouden later daarover kunnen schrijven. Weet je wel. Dus, dus, nou ja, dat heeft met die perspectieven allemaal te maken. Mm -hmm, mm -hmm. Maar er zou een woord voor moeten zijn. Voor het verschijnsel dat je via je kinderen je eigen jeugd opeens weer beter begrijpt. Van, oh ja, dat heb ik toen ook op school gehad. Oh, er komen nou vrienden daar. Oh, dat is een beetje zoals toen. Met die... Oh, dus vandaar dat mijn ouders toen zo reageerden. Want die neiging voel ik nu ook. En die onderdruk ik zelf, omdat ik verstandiger ben dan <laughs> mijn ouders. Weet je wel, ja. dat... Um, en die functie laat ik die kinderen af en toe wel uh, hebben, maar dan ben ik dus al heel literair technisch aan het denken. Mm -hmm. Maar dat kan toch ook wel um, een beetje, ja, kan ook wel ontluisterend zijn, toch? Vind ik wat je soms als volwassene ziet, wat je in je jeugd gewoon, nou ja, wat Thomas ook zei, soms dingen begrijp je niet in je jeugd, en dat is soms misschien ook wel heel prettig, zeg maar, dat je denkt, oh. Ja, ik vind het soms ook wel bepaalde dingen vind ik best wel confronterend. Dat ik denk, oh wacht, dat begrijp ik nu heel goed. Maar het is eigenlijk ook ja, niet ja. alleen maar leuk. Ja, ik schrijf ergens in het begin dat, dat zinnetje van... Eh, voor een kind is er iets onwrikbaars aan de wereld. De, de wereld is nou eenmaal zoals die is. Je stelt er geen vragen bij. Misschien is dat wat ik net wat ontslachtig probeerde te vertellen. En... en, en die wereld was er altijd al. Je kunt je niet voorstellen dat er iets was voor je geboorte. Dat is een, alles van voor je geboorte bestaat niet. En dit is de wereld zoals die is en dat is een soort eeuwigheid. En al die dingen die daar vreemd aan zijn, verhoudingen, we hadden het net over verhoudingen man-vrouw in die tijd. Dat, dat, daar ga je vanuit dat dat is hoe de wereld nou eenmaal is en hoort te zijn en altijd zal blijven. Totdat al dat onfrikbare begint te schuiven. En dat gebeurt bijvoorbeeld als je zelf een bestaan probeert op te bouwen. Dan, dan zie je van, oh ja, ja maar uh, waarom ga ik wel uh, de, twee keer per dag met die kinderen met zo'n wagentje naar een speeltuin toe en ga ik met ze naar zwemles? Terwijl bij mij werd gezegd van, oh, zwemles, dat hoef je niet. Te doen. Zeg maar gewoon dat je privé zwemles hebt. Uh, ben je helemaal gek op <laughs> zwemles. Dus ik heb, ik heb ook geen zwemdiploma, weet je wel. Um, uh, om maar iets, iets te noemen. Um. Ik, ik, ik kom er eigenlijk alleen maar steeds meer achter hoe belangrijk het is waar je vandaan komt. Dat dat toch voor mij nog steeds het gezin is. Ook al kan ik, heb ik zelf een gezin. Mm. Op een of andere manier het oorgezin is toch het gezin waar ik zelf het kind was. Dat is je gezin. Dat is het gezin. Ja. Maar goed, dat is misschien een hele particuliere ervaring, dat weet nee, ik niet. Nee, ja, ja. Ja, dat is dus ja. altijd de vraag: van, is dat particulier of ja. is het universeel? Terwijl ik ja. juist van dat gezin zoveel mogelijk weg ben, ja. gaan proberen te blijven mm -hmm. en het zelf totaal anders probeer te doen, uh, dan uh, dat ik niet uh, mm -hmm. uh, liever niet daarmee identificeer. Nee. Dus dat. Uh, ja. Wat ik, trouwens, nog eventjes, wat ik net vergat te vertellen over dit fragment en over dit boek op zich, ook de ontsteltenis, dat je dus over zoiets intiems kunt schrijven en dat je daar een roman van kunt maken. Dat vond ik ook echt een ontdekking. Um, en ik, ik heb ook altijd het idee, dit is het eerste boek wat zozeer zo autofictie is. Dat je daarna kreeg je Gumberg, Connie Palme, toen werd het ik gewoon eigenlijk steeds meer ook een literaire middel. Uit welk jaar is dit? 82. Uh, ah ja, ja, ja. Dan zit je nog uh, echt ervoor. Ja. Ik zat. Nee, laten we toch naar jouw fragment gaan, wat je hebt meegenomen. Ja, dat, dat sluit qua thematiek er wel bij aan. Uh, Philip Roth is vandaag jarig, 91. <laughs> <laughs> maar daarom had ik het niet uitgezocht, want dat kwam ik dat vandaag achter. Um, kijk wat hij doet in de. Zijn, uh, Zoekerman delen. Dat zijn dus autobiografisch geïnspireerde boeken. Die Nathan Zoekerman, dat is zijn alter ego. Um, en dat is wat ik eigenlijk ook wel nastreef: dat je dus een alter ego hebt, waardoor de dingen wat meer. Flexibel worden en hanteerbaar en dat je dus echt romantechnieken kan, kan toepassen. Jij komt straks met Vivian Gornick, zag ik. En zij heeft een, eigenlijk een opvatting die er een beetje tegenover staat. Zij zegt: Ik, ik creëer een persona, een vertellend ik, dat de gebeurtenissen arrangeert, maar ze is volgens mij wel uit op de waarheid. En, 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 het alter ego en de persona, dat zijn volgens mij twee verschillende dingen om dat te kunnen doen. En het fragment wat ik wil lezen is het Zuckerman Unbound, want daar gaat het precies over wat we, waar we het nu over hebben. Wat gebeurt er als je over familie schrijft en welke gevolgen kan dat hebben? Nathan Zuckerman heeft de roman Karnovsky geschreven over zijn Joodse familie. Allemaal schandalig, iedereen spreekt er schande van. En vooral die vader zou er. En, en, volgens mij had die een, en, die was hij er in ieder geval ernstig ziek van geworden. En um, dan zou je dus denken: dat is Philip Roth, Portnoy's Complaint. En dan komen we nu op de sterfscène van die vader. En het zit een beetje verspreid over meerdere fragmentjes, maar het is, het is precies onze thematiek. Dus ik lees steeds even vier, vijf zinnetjes en dan, dat wordt dan één scène. Hoewel dokter Zuckerman, dat is die vader, officieel pas de volgende morgen de laatste adem uitblies, sprak hij op dat moment zijn laatste woorden. Woord. Nauwelijks hoorbaar, maar zorgvuldig uitgesproken. Bastard, zei hij. Bastard is het waarschijnlijk, klootzak. Of wie sloeg dat op Lyndon Johnson, Humbert, uh, Hubert Humphrey, Richard Nixon? Sloeg het op degene die het nooit nodig had gevonden om zijn universum dat miserige beetje missende materie mee te geven? Dat ene rot waterstofatoompje op elke 300 kubieke meter? Of om dokter Zoekerman, sedert zijn lage schooltijd, de vervent moralist, de eenvoudige beloning van een gezonde oude dag, een langer leven te schenken? Alleen... Toen hij voor het laatst zijn zegje deed, keek hij niet naar zijn correspondentiemappen of opwaars naar het gezicht van zijn onzichtbare god, maar recht in de ogen van zijn afvallende zoon. Bastard, had hij dus tegen hem gezegd. En dan zit hij na de uitvaart zit hij in het vliegtuig. Uiteraard had hij, zoekerman, zich nu al zo'n 72 uur zitten afvragen of zijn vaders laatste woord werkelijk bastaard geweest kon zijn. Door de inspanning van het lange waken was zijn gehoor misschien minder fijngevoelig geworden. Bastaard. En wat betekende dat? Je bent nooit een goede zoon van me geweest. En dan gaat hij in dat vliegtuig, zit hij met zijn broer Henry. In het vliegtuig had hij voor het eerst de kans om te weten te komen wat Henry vond... van wat hij voor zichzelf nog steeds niet had kunnen uitmaken. Vertel eens, was pa's laatste woord die nacht? Zei hij nou beter? beter. Ja, kan zijn, kan zijn. Ik dacht dat hij hard zei. Zoekerman glimlachte en gaat nog even door en dan zegt Zoekerman uiteindelijk tegen hem: ik dacht dat hij bastard zei." zei Zoekerman. Nu glimlachte Henry, de glimlach waar zijn patiënten verliefd op werden. Nee, dat hoorde ik er niet in. Ik dacht dat hij misschien aan die brief aan Linda Johnson bezig was. En dan is het vliegtuig geland. Henry gaat weg. Voor de aankomsthal schudden ze elkaar de hand. Niemand die dat zag, zou zich ooit hebben kunnen voorstellen. dat zij tweeën vroeger tienduizenden keren samen aan tafel hadden gezeten. of dat ze een uur van tevoren, een ogenblik lang. even intiem met elkaar waren geweest. als in de tijd voor ze een boek hadden geschreven of een meisje hadden aangeraakt. En dan komt het: dit is echt heel goed schrijven. Een vliegtuig vertrok uit Newark, brullend in Nathan's oren. Hij zei wel degelijk bastaard, Nathan. Hij noemde jou een bastaard. Wat? Plots was Henry woedend en aan het huilen geslagen. Je bent een bastard. Een harteloze, gewetenloze bastard. Wat betekent vertrouwen nu voor jou? Wat betekent verantwoordelijkheidsgevoel? Een zelfverloochening, beheersing, wat dan ook. Wat jou betreft kan alles worden weggegooid, opengegooid. De Joodse moraal, de Joodse leidzaamheid, de Joodse vrijheid... de Joodse wijsheid, de Joodse gezinnen. Alles is olie op jouw pretvuur. Liefde, huwelijk, kinderen. Wat kan het jou verdomme schelen? Voor jou is het alleen maar leuk en een spelletje, fun en games. Maar voor... zo is het voor de rest van ons niet. En het ergste is hoe we je beschermen. Hoe we je verborgen houden wat je eigenlijk bent. Wat je gedaan hebt. Je hebt hem vermoord, Nathan. Je hebt... Niemand zal het tegen je zeggen. Ze zijn bang om het tegen je te zeggen. Ze denken dat je te beroemd bent om bekritiseerd te worden. Dat je te ver buiten het bereik van de gewone mens bent. Maar je hebt hem vermoord, Nathan. Met dat boek. Natuurlijk, zei hij, bastard. Nou ja, dus hier is iemand die, uh, dus dus die vader, uh, die, die wordt vermoord door dat boek. Uh, dat, ja. dat is de ultieme ja. consequentie van waar we het nu over hebben. Uh, uh, en ik vind het heel mooi, nou sowieso verhaaltechnisch... is het ontzettend mooi gedaan dat het de hele tijd van... zei die nou dat, zei die nou dat. En dan met dat brullende vliegtuig. geweldig. Perfect. Uh, dat... Uh, nou, daar kan ik erg van genieten. Van. Maar het gaat nu ook om de, om de thematiek. Dus, dus dat hij zegt: hij neemt zo'n zoekerman om de vrijheid te hebben om van alles te doen. Later is die vader echt overleden. Die leefde nog toen het boek verscheen. En dat is een heel ander verhaal. Maar ergens zal hij misschien. Het is een soort allegorische versie van wat er misschien gebeurd is. Hij heeft Portno's Complaint geschreven. Daar zal die vader vast niet bij mee zijn geweest. Dus in, in metaforische zin heeft hij die vader vermoord. En dat gaat hij hierin helemaal uitspelen. En dat. Uh het is ook gewoon ook zijn eigen mythomanie of zoiets, ja. hoe noem je dat? Want hij, in werkelijkheid hmm. heeft hij ook nog eens een keer het patrimonium geschreven. Ja. Zo'n superliefdevol portret van zijn vader, een en al en vree. En, ja. Dus ja. Nou, het, Blijmer, uh, ja, wat er niks aan afdoet aan deze geweldige scène. Maar... Nou, hij heeft vaker ook puur autobiografisch geschreven. De, de, dat is hiervoor interessant. Hij heeft een keer een boek geschreven dat heet The Facts. En ja. toen heeft hij... Een nawoord of voorwoord, weet ik niet, laten schrijven door Nathan Zuckerman. Ja. En Zuckerman zegt van ja, Philip, weet je, het is al wel leuk en aardig. Maar één advies: don't publish. Uh, want waar jouw kracht ligt, is niet om waarheidsgetrouw de wereld te kopiëren, maar to intertwine fiction en, hm. en, en, ja. en, 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 en reality. Uh, om het te verstrengelen. En en dan maakt hij een interessante opmerking. Zoekman hij zegt: Als je een autobiografie hebt, zullen mensen dat altijd beoordelen naar. Morele maatstaven, is dit een goed mens, is het waarheidsgetrouw, uh, kan, dat soort dingen ga je afvragen. Houdt hij iets achter? Vertelt hij het wel echt, het hele verhaal? Terwijl een roman wordt op andere criteria beoordeeld. Is het, is het esthetisch interessant? Is het verhaal boeiend? Is het meeslepend, is het uh, uh, onthult het iets over de menselijke natuur, wat we nog niet wisten. En dat zijn interessantere. Vragen misschien. Dus mm -hmm. dat, dat is waarom Zoekerman zegt: ...haal eens op met autobiografisch schrijven, maar schrijf weer over mij een boek. Mm -hmm. uh, en, dus, nou ja, en Rod was blijkbaar heel erg aan het worstelen met deze problematiek. Dat hij dat, en, en, en gaat dat op die manier mm -hmm. uh, doen. Hij zegt ook: van, Ik ben hier in, een, een versie van mezelf aan het vertolken. Dus het is meer toe impersonate. Mm -hmm. uh, dus, uh, Thomas? En, je dit, ken jij dit? Heb je dit gelezen? Ik heb het niet gelezen. Nee, nee, dat moet ik uh, duidelijk wel doen. Ja, ja. Ik oh, ja. ook niet, hoor. Hou oh, ja. <laughs> je niet van wat? Jawel, wel. Oh. Maar dit heb ik nooit gelezen. Niet dit, nee. nee. <laughs> nee. En dat, um, uh, dat, nee. Misschien moeten we gewoon naar naar Gornick. Ik denk dat het en daarna nog even praten over wat het of nou ja, met de rol van ja, maar de, de schrijver en met dat. Mooi dat denk ja. ik ook, ja. Ja, ja dit is dus, uh, de, er zijn wel een paar dingen heel anders. Dit is uh, het, in het Nederlands, het boek uh, Verstrengeld. Uh, ik heb het pas recent gelezen, nadat een uh, goede vriendin het mij aanraadde. Ik vond het fantastisch. Ik had nog nooit iets van Vivian Cornick gelezen. Het is dus een memoir, dus de, de basis is al heel anders. Het is, het is, het is uh, non-fictie. En dit gaat over haar band. Ze staat ook, uh, net als bij Kees van Koten, voorop. Een jeugdfoto met haar moeder. Het gaat over haar band met haar... Nou, tamelijk onmogelijke moeder. Het is af en toe, en dat vond ik een, een van de dingen die ik er zo goed aan vond, is hoe genadeloos het af en toe is. En toch hoe liefdevol het uiteindelijk ook wordt. Die mengeling, heel scherp. Uh, het is ook een terugblikkend iets. En de scène die ik wil voorlezen, zo'n kort stukje, uh, dat gaat ook heel erg over een, nou, een volwassene die terugblikt op iets uh, uit de vroege kindertijd. waar... Uh, Zoals kind duidelijk niet precies uh, van wist wat nou wel gangbaar was en wat niet, hoe, hoe zich ertoe te verhouden. En je voelt heel erg dat welke indruk, welke blijvende indruk dit maakt en ook wat de volwassene daarvan vindt. En ik denk dat de rest, het zijn ook twee korte stukjes, uh, voor zich spreekt. Mijn vader overleed om vier uur ochtends op een late novemberdag. Om half zes kwam het telegram van het ziekenhuis waar hij een week lang doodsbang in een zuurstoftent had gelegen, die zogenaamd zijn leven zou redden, al wist ik wel beter. In vijf dagen tijd had hij drie hartaanvallen gehad. De laatste werd hem fataal. Hij was 51 jaar. Mijn moeder was 46, mijn broer was 19, ik 13. Toen de bel ging, stond mijn broer als eerste naast zijn bed, mama meteen na hem en ik na haar. We verdrongen ons in het halletje. Mijn broer stond in de deuropening onder het schijnsel van een 60-watt lamp en staarde naar het lichtgele velletje papier. Mijn moeder zette haar nagels in zijn arm. Papa is dood, zeker? Ja of nee? Mijn broer zakte op de grond in elkaar en het grote janken nam een aanvang. Oh, jankte mijn moeder. Oh, mijn God, jankte mijn moeder. Oh, mijn God, sta me bij, jankte mijn moeder. Tranen. Vloeide en golfde en vulde het halletje en stroomde de keuken en vervolgens de kamer in en klotste tegen de muren van de twee slaapkamers en sleurde ons allemaal mee. Die hele dag en eerste nacht omringde weeklagende vrouwen en geschrokken mannen mijn moeder. Ze rukte aan haar haren, trok aan haar vel en had flautes. Niemand durfde haar aan te raken. Ze was alleen, omsloten door een vreemd soort quarantaine. Ze omringde haar, maar drongen zich niet op. Ze had iets magisch gekregen. Ze was bezeten. Kleine sprong. Toen ik op de ochtend van de begrafenis wakker werd, lag mijn moeder te huilen en te woelen op de bank waar ze al 48 uur gelegen had, in kleren die ze weigerde uit te trekken. Ze huilde in een vast, zich steeds herhalend ritme. Het begon met een zachte kreun die snel scheller werd en bij gebrek aan energie weer afzwakte tot de oorspronkelijke kreun. Elke cyclus werd in twee of drie minuten volbracht en herhaalde zich die eindeloze ochtend lang zonder variatie, terwijl een tiental mensen, mijn broer en ik, een paar ooms en tantes, de buren, doelloos rondliep. De keuken in en uit, de woonkamer in en uit, de slaapkamers in en uit. Ik herinner me geen gesprekken, zelfs geen woordeloze omhelzing. Ik geef toe, opvliegend gedrag was bij ons normaal en zachte troost een probleem, maar het was mama die ons in stilzwijgen had gestort. Mama's lijden verhief papa's dood, maakte ons allen tot deelnemers aan een belangwekkende gebeurtenis, vertelde ons dat er iets was voorgevallen wat we niet zouden doorstaan, niet te boven zouden komen, of wat ons toch op zijn minst permanent zou belemmeren. Niettemin was het mama die in het dramatische middelpunt van het gebeuren stond, terwijl de rest van ons op de achtergrond, zonder tranen of woorden, rondschuifelde door het slijk van grauwe ellende. Het was alsof wij allemaal haar spectaculaire verlatenheid in werden gezogen, getuigen waren bij haar verlies in plaats van zelf te rouwen. Het was mama aan wie we dachten terwijl we door ons trieste huis dolden. Wie kon in een dergelijk tumult aan papa denken? Mama op wie gelet moest worden en die op haar wenken bediend moest. Mama wier moordende leed dreigde uit te lopen op algehele instorting. Ramspoed leek nakende in plaats van reeds voltrokken. Dankjewel. Ja. Um, misschien als laatste waar ik het met jullie nog over wil hebben. ook naar aanleiding van dit fragment. is. en ook wel over. Jij noemde dat ook in het stuk wat je schreef. Vertrouw, Thomas. is dat je. Uh, als schrijver natuurlijk, nou ja, uh, 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 dit is een memoir... dus zij heeft dus kennelijk ook dat heel goed onthouden, heel goed opgelet. Is het niet verschrikkelijk om op bij alles wat er gebeurt in je leven... ook te denken, moet ik hierover schrijven, moet ik opletten? Is dat iets wat jullie doen? Of is dat niet, denk je er niet zo over na? Want het is ook wel tegen jou bijvoorbeeld gezegd van... maak je wel aantekeningen of let je wel op? Is dat niet heel erg? Uh. Ja... Dan begin jij maar? Nou, de, dat zijn twee uh, voor mij wat uh, al twee verschillende dingen. Uh -huh. Want dat maak je wel aantekeningen, was inderdaad dat vroeg iemand die uh, terwijl iemand aan het overlijden was. Vroeg iemand en diegene die overleed stond heel dicht bij mij, vroeg iemand die ook wel dicht bij mij stond, maar veel uh -huh. verder ervan af. Iemand die ook schreef, die vroeg dat. Dat vond ik een hele impertinente vraag. Ik dacht, uh, zelfs als ik daar nu over nadenk, dat wil ik dan in. in, in, in in afzondering doen en daar gaat het nu niet om, dus er viel van alles te bespreken. En dit was het niet, uh, dus zelfs als je dat in je achterhoofd hebt, dit zou een, een goede scène of wat dan nou ook kunnen zijn, vind ik het niet iets wat je dan moet bespreken. Dus die vraag had ik ook als wat ontwrichtend en storend voorbeeld uh, om die reden erin verwerkt. En het, het is uh, om je eerste vraag te beantwoorden. Ja, het, het, ik zou het niet verschrikkelijk noemen. Het is soms ook wel. Het is inderdaad. Het is niet, laat ik zeggen, het is niet zo dat ik altijd bij alles denk. Zou ik dit kunnen gebruiken? Of dat ik dat permanent af, aan het afwegen ben? Dat klinkt ook al heel erg vermoeiend. En heel vaak ben ik daar ook helemaal niet mee bezig. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat als je schrijft. dat je iets met bepaalde tafereelen of zinnetjes. of hele scènes kan doen. dat anderen niet kunnen of niet willen. Uh, vaak natuurlijk ook gewoon helemaal geen zin in hebben. En. Uh, dat dat is soms uh, vind ik dat ook wel lastig, omdat ik dat dan meteen al denk als iemand me iets toevertrouwt en oh ja, hier zit een scène over verhaal en, dat, ja, dat, en dan kom je uiteindelijk een, een stuk later kom ik dan weer terecht op dat waar we het al vaak een beetje over hebben gehad dat, dat je het gewetensvol moet doen en niet. Een bepaald accent te sterk wil leggen. En dat je iemand erin wil kennen en respect. En al die woorden die eigenlijk al anderhalf uur hier af en toe uh, uh, aanzwellen, daar kom je dan op uit. Maar ik vind het ook vaak heel erg fijn, wel om op die manier te kijken. Het is niet alleen maar uh, uh, vervelend of storend. Het, het, het doet me ook heel veel deugd om bij bepaalde momenten of scènes waarvan ik gewoon niet weet uh, wat moet ik ermee. Of dit is heel grappig of raar of ontwrichtend. Dit, dit zou ik aan anderen willen vertellen. Dat je dan weet, hier kan ik iets mee. Al is het in een korte column, al is het in een, een langer stuk, al is het in fictie. Hangt er ook vanaf waar je toevallig mee bezig bent. Maar ja, het, het heeft ook iets. Ja, het, het, het verrijkt mijn blik volgens mij ook wel. Dus het is ook daarbij een permanente. Permanent afwegen kan ik het maken en, en ook uh, wil ik het maken. Maar ja ik heb wel vaak dat ik ergens beland, waar ik eigenlijk dan bijvoorbeeld helemaal geen zin in heb. En denk, oh ja, hier zit dan, nog, hier kan ik nog wel iets uithalen als ik er uh, wat over schrijf of omheen schrijf. Dat, dat verrijkt ook wel echt heel veel van mijn dagen. Ja, dus dat zijn wel echt de twee kanten waar ik meteen aan moet denken. Uh -huh. Maria? Uh, ik heb ook die beide kanten, denk ik. Ik had eerder op de avond zei ik al over die vriendinnen die zich er opeens beschreven zien zei ik gewoon zo lekker hard van... ja, ze zijn er ook om beschreven te worden. Maar het, dat klinkt lulliger dan ik het bedoelde. Maar het is wel zo dat voor mij het leven wel iets is om beschreven te worden. Dat, dat geeft het voor mij ook wel zin en scherpte. Uh, ik vind het wel een hele vermoeiende gewoonte. Omdat ik er wel altijd mee bezig ben. En vooral eigenlijk op, op momenten dat ik denk... ik wil eigenlijk even rust uitrusten of ik wil gaan slapen... Of ik wil gewoon een ander boek lezen. En dan dat boek, dat brengt me ergens op. En dan. Ik had als kind altijd gewoonte om in de boeken die ik las, om een ander einde te schrijven. En ik ben nog steeds in de boeken die ik lees, schrijf ik. Dus dat is ook nog eens een keer zo'n gek schaduw. Van die schaduwboeken die ik allemaal uh, op die manier heb. Dus ja, ik, ik zou er ook wel eens. En ik kom ook wel steeds meer in situaties dat ik denk. Uh, om het cliché maar even over tafel te gooien. Woorden schieten tekort. Weet je dat ik ook steeds meer denk? Ik kan ook wel situaties respecteren en denken: oké, okay, ik ga hier niet aankomen. Maar het zit wel altijd in mijn hoofd. En de neiging is er wel altijd. En ik vind het wel uh, soms moeilijk om uh, de goede balans te bewaren om er niet gek van te worden. Merci. Ja, ik merk dat ik dat toch minder heb. Dat ik uh, de, niet al bezig ben. Dat ik uh, heel goed kan, kan leven zonder dat er een tweede stem bezig is. Bij mij, dingen die opkomen van dat er over te schrijven valt, is, is pas heel secundair en pas veel later. Soms pas weken of maanden later. En, en, en uh, zelfs bij geëikte dingen als, als uh, die daar die, die eigenlijk. Om schreeuwen, om literatuur te worden, een sterfgeval of zo. Dan, dan, dan is het echt pas maanden later dat ik denk van oh, ja, daar zou eventueel iets mee kunnen, maar niet dat ik dan daar al daarmee mee bezig ben. Maar ook uh. bovendien kun je ook schrijven over dingen. Want ik heb wel de neiging om, om. Je kunt ook schrijven zonder dat je het publiceert. Dus ik heb wel altijd een, een document dat eens in zoveel dagen open gaat. En dan worden er wat dingetjes opgeschreven van dit en dat heb ik gedaan dat, dat uh, gewoon een soort uh, dagboekje zou je bijna kunnen zeggen <laughs> maar en daar kun je dan later ook wel weer dingen uit gaan plukken maar het is niet dat je oh, dat ik ik, ik hoop oh. ook nog wel uh, gewoon te kunnen leven <laughs> um, wat is dat bij Vestijk? Die zegt een schrijver die leeft altijd dubbel. Uh, dat je altijd ben je ook als schrijver. En ik probeer dat een beetje los te koppelen. Dat ik soms ook gewoon ergens me helemaal in kan storten. En dat je niet voortdurend dat, die camera hebt meelopen. Mm Het -hmm. uh, lijkt me heel vermoeiend als dat wel uh, meeloopt. Ik vind het ook wel lekker. Want ik geloof dat ik dat redelijk kan, kan uitschrijven. Ik wil nog iets zeggen over die figuur die jij noemde, Thomas, die dan tegen je zegt wel aantekeningen maken. Diezelfde figuur kwam ik tegen in een andere recente Nederlandse roman. Die ook tegen de schrijver zegt wel aantekeningen maken. En ik dacht echt, wat een, wat een kwelgeest is dat. Ik bedoel, dat maakt je zelf uit waar je wel en niet aantekeningen van maakt. En ik, ik heb ook een vriend die mij ook wel eens kan zeggen. Oh wel blijven schrijven. Of dat moet je allemaal opschrijven. Ik denk, ja, dat, dat is dan toch voor mij een soort standpunt. Uh, waarbij iemand uh, laat zien: van ik sta de hele tijd met distantie in het leven. Het is allemaal interessante materie waar we in zitten. En dat vind ik eigenlijk best wel walgelijk. Ja. Of nou ja, walgelijk. Ja, ja eigenlijk. Ja. ja. Op die woorden ga ik ook naar de <laughs> zaal kijken... om te kijken of er iemand misschien iets wil vragen. Want dan is dat nu het moment. Hoeft niet, maar het mag wel. Ja, oké, okay, fijn. Meestal is het dan één vraag... en dan en dan er zoveel ja, vragen bij maar... anderen weer op. Gelukkig hier. Dank je. Um, het gaat de hele tijd over balans en evenwicht... bij uh, schrijven over de familie en de keuzes. En toen moest ik denken aan... Knauzegaard, die eigenlijk de keuze heeft gemaakt van... Alles. Ik schrijf alles ja. op. Uh, hoe kijken jullie daartegen aan? Ja, hij, hij kan dat heel goed. <laughs> hij kan dat echt heel goed. Ik, uh, uh, het is wel een schrijver die lees je. Tenminste, ik lees hem. Ik heb hem gelezen op een bepaald moment, toen het net allemaal uitkwam... en iedereen het eigenlijk las, dacht ik. Ik zou het nooit gaan herlezen... Uh, wat dat dan is, het is een sensatie die je even ondergaat. En ik, ik dacht ook: van oh ja, dit is wel een soort van geplaagde geest die hier tot ons spreekt. Dus echt iemand die inderdaad à la Vestdijk gewoon een dubbel leven leidt. En alles, gewoon de glaasjes karnemelk die hij per dag drinkt, tot aan de boodschappen die hij doet. Weet je, het is zo gedetailleerd. Maar wel, uh, ja, ik vond het hypnotiserend om te lezen. Dus ja, ik heb er geen moreel oordeel over. Ik dacht alleen op een gegeven moment... goh, arme man, Hebben jullie ja. Sorry. Nou, niet alles. Uh, want uh, het is een beetje net als met Voskel of zo. Dat, ja. het, het wordt, uh, mijn bezwaar er tegen is... Is dat het serieel wordt? Het wordt en dan dit en dan dat en dan dat. Er dus de, er, er komt geen echte uh, verhaallijn in. En dat is een soort kopie. Wie zijn dat ook weer ergens in de 19e eeuw? Is dat potgieter? De kopieerlust des, aller des dagelijkse levens of zoiets. Mm -hmm. dat, je, dat je dus alleen nog maar één op één de realiteit aan het kopiëren bent. Denk, ja, we hebben allemaal een realiteit. Het gaat er juist om dat je er iets mee doet. Um, ja dus, dat, ja, dus ik blijf aan de aan de zoekermankant zitten meer dan aan de aan de knusgaard. Uh. Ik vond het, heel, het deed, het vond het wel, heel mooi, de intensiteit ofzo. Ja, dus ja. proesten ook. Uh, ja. de, uh, um. ja. Ik kan me wel voorstellen wat, dat je zoiets doet als herinneringsoefening... heb ik voor dit boek ook wel gedaan. Dat je begint met gewoon maar in het wilde weg schrijven... en gewoon je materiaal bovenhalen, alsof je de, de, de mijnen ingaat... en gewoon maar kijken wat er tevoorschijn is ja. in die karretjes. Maar ja. volgens mij gaat het er dan om, ja. dan heb je die grondstof... En dan begint het werk eigenlijk pas. Mm. Dus dan heb je honderden pagina's. Die, die, wat, het gaat er toch ook om dat de dingen interessant moeten zijn voor, voor, voor lezers. Uh, hè, dus die, die moeten ook een verhaal krijgen. Die moeten iets meer krijgen dan alleen maar één op één een, een werkelijkheid gekopieerd. Maar misschien doet die Knaaskaart dat ontzettend goed. Ja, hij heeft toch heel veel lezers gevonden? Ja, nee, ja, precies. Dus dat is, ja. Maar dat geldt ook voor Foskel. en... Uh, en, en wie heb je nog meer? De geheime dagboeken van Hans Warren of zo. Ja. Weet je wel? De, die van, de die dingen die ook altijd de faxboeken ja. van Nicoline Misé. Ja. Uh, die, die hebben allemaal een, 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 een schare lezers die er helemaal verslingerd ja. aan zijn. Ja. En die, die willen ook niks daarvan missen. Die volgen het alsof het een, een, een soap is ook ja. een beetje. Dat ja. element zit er ook in. Van, oh, er komt weer een nieuw deel. Ja. Dat, ja. Is er nog iemand die iets wil vragen? Uh, aan jou, Thomas, want jij had het over schaamte. Uh, dat je daar uh, last van had, zeg maar. Ja, wel in reactie op dat Marja het over schaamte had. Maar, maar okay. ga door. Ja. Verder, verder niet. Want ik vroeg me af. Maar misschien een vraag aan jullie alle drie hoor. Maar ik vroeg me wel af. Gebruik je schaamte ook als uh, manier om te voelen. Daar moet ik heen. Daar moet ik het juist over hebben. Of is het meer iets wat kan opkomen of niet? Of zou je het ook op die manier kunnen inzetten? Nee, Dat vind ik wel een leuke vraag, want zelf herinner ik me, uh, ik dacht eerst altijd, ik schaam me heel veel, want ik herinner me heel veel momenten waarop ik me heel erg schaamte. En later past het op me door dat ik door de schaamte sommige momenten me natuurlijk heel sterk bijblijven. En ik heb wel het idee dat als ik iets schrijf wat op nou ja, mijn afgelopen jaren of op mijn jeugd gebaseerd is, dat ik dus vaak uitkom bij schaamte, omdat die ge gebeurtenissen ja, ook heel erg in mijn, in mijn, in mijn geheugen geëtst zitten. En, t, en ik vind het ook wel een, ja, een, een interessant gevoel om te beschrijven, omdat het ook uh, vaak, het, het, het gaat dan niet om uh, uh, overduidelijke mislukking of, iets, of falen of, of iets wat helemaal lukt of niet. Maar het zit er vaak een beetje tussenin. Soms schaamte is ook een gevoel dat ik vaak niet helemaal begrijp bij mezelf, maar dan ook bij personages. Niet waarom nou op het ene moment zo sterk en waarom niet. Ja, ik vind het een heel... Heel interessant gevoel, zowel als, als herinneringsfilter bij mezelf, als iets waar veel van mijn personages mee, mee kampen. En iets wat zich ook. Ja, het is heel particulier, maar er zijn tegelijkertijd voor schaamte zijn natuurlijk anderen nodig. In je eentje ben je doorgaans niet beschaamd. Uh, en het gaat dus ook heel vaak als het gaat om schaamte, om interacties met anderen en ook om dingen die niet helemaal gaan zoals je misschien ideaal zou willen... of een angst daarvoor. Nou, ik vind dat daardoor om al die redenen een heel interessant gevoel. Dus het duikt wel. Het, uh, ik neem me nooit voor, ik ga nu over schaamte schrijven... en toch gaat het bijna altijd over schaamte. Het glipt er bijna altijd wel weer in. Ja, ik denk ook dat schaamte een hele goede graadmeter is. Want dan raak je iets aan waar het echt om gaat. Ik geef ook wel eens schrijflessen, schrijfcursussen of, of vertelcursussen. of dingetjes. En dan is een van de dingen die ik altijd vraag van ga op zoek naar een situatie die gênant is. Dus wat, want dan uh, krijg je ook vaak humor erin, zelfspot uh, uh, en je gaat iets vertellen. Dat is misschien ook de kern, en dat is waarom het in cabaret en comedy zo goed werkt: Genante verhalen. Je gaat iets vertellen wat je eigenlijk niet wil vertellen, maar je doet het toch en iedereen voelt dat. En dan gaat het resoneren bij anderen die dat ook misschien herkennen. En, dat is, en dan, dan is het een manier om uh, iets, iets te openen, ergens naartoe te gaan. Dus ik denk dat het inderdaad uh, schaamte, dus. ja, uh, dat. Uh, als het dat niet heeft. Dan kan het ook allemaal een beetje vrijblijvend zijn dat er niet zoveel op het spel staat. Dan, dan ga je het gelukkige gezin beschrijven en dan uh, wordt het een beetje uh, de Shabot-familie, uh, zal ik maar zeggen. <lacht> <lacht> niet dat ik, nou, ik, ik heb nog niet gelezen, dus dat kan ik nog niet. Uh... Is er een laatste vraag? Nee, het hoeft ook echt absoluut niet. Dan, uh... <laughs> ja, nou dat mag, maar dan kom ik even naar u toe. Fijn. An Marja, waarom vind je het zo erg als jouw broer jouw columns leest, vroeg ik me af. Um, omdat mijn broer, naar mijn gevoel, komt uit een andere wereld. En dat is een wereld, een soort uh, uh, wereld waarin het geschreven woord gewoon niet zo belangrijk is. En uh, ik heb het gevoel dat er, dat er twee werelden bij elkaar komen als hij mijn column leest. Alsof hij iets van mij leest. Alsof hij zou kunnen denken van, oh, uh, zo denkt zij. Weet je wel, alsof hij mij op een manier ziet waar, waarop ik niet per se gezien wil worden door mijn broer. Nou, het hoeft niet eens zo zwaar te zijn als veroordelen, maar dat hij daar gewoon gedachten over heeft. Ja, ik weet niet wat ik daar nog aan zou toe kunnen toevoegen. Nee. Is een antwoord, denk ik. Uh, Marja Pruis, Thomas Herma van Vos en Christian Wijt. Heel veel uh, dank dat jullie hier vanavond waren. En ook dank voor de mooie fragmenten van jullie zelf en van een ander. Uh, u ook heel erg bedankt dat u hier vandaag was. Blijf graag nog wat drinken. Van iedereen is een boek te koop. Uh, niet jouw recente boek, want dat komt eraan in het najaar. En uh, heel graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.